Nelly, is decor van Café Eerste Klas nu definitief klaar? Of gaat het nog veranderen? Ik een goede tv-maker zegt dat je altijd moet, de kijker moet verrassen. Dus met het decor kunnen wij blijven verrassen. Dus ik weet het niet of het nu definitief klaar is. Het kan zomaar weer veranderen. Want die <laughs> ja. Het is donderdag als we dit uitzenden. Dus ja. jullie zijn er eigenlijk straks. Dus ik ben twee keren achter elkaar op PlaySports te zien. Wauw. Dat, dat ik mijn... zou zelfs zeggen, jij bent Play PlaySports de laatste tijd. Mijn mama gaat zo trots zijn. <laughs> Wie zijn de gasten? Uh, Philippe Krols, uh, die komt al zeker. En de tweede gast, uh, die moeten we nog zoeken. Oké. Okay. Vandaag onze eerste vrouwelijke gast. Dat is eigenlijk een beetje schande, de eerste vrouwelijke gast na anderhalf jaar niet met mit. Dat wou ik eigenlijk zeggen, dus ik kijk er ook enorm je naar ziet, uit. Dat zou ook al <lacht> <lacht> ik al knikken. Ik durf het niet te zeggen. We krijgen al direct <laughs> onder ons voeten. <laughs> Heb je kunnen verdiepen in het vrouwenvoetbal? Want we moeten daar wel eerlijk in zijn... Je bent niet de grote nee. kenner van het vrouwenvoetbal, ik ook niet. Nee, het is zeker niet vergelijkbaar met mijn kennis over, over het mannenvoetbal, waar je al jarenlang heel veel wedstrijden van hebt gezien. Maar ik heb dit seizoen wel enkele wedstrijden bekeken. En de Red Flames heb ik al veel aan het werk gezien. Ook volledige wedstrijden, zelfs volledige toernooien. Dus daar heb ik wel een goed beeld van. De Belgische competitie minder. Maar ik ben wel dit, begin dit seizoen eindredacteur geweest op een wedstrijd van de Score League. Score Super League. Score Super League. Voilà. Dus die wedstrijd uh, heb ik toen van heel dichtbij gevolgd en Tessa was daar toen bij. Voilà. En wij doen de socials van de Red Flames en van de Score Super League. Dus we proberen onze steen bij te dragen. Hè? Dat is mooi. Voilà. Ah, trouwens, we hebben de vijf shirts gekozen uit mijn selectie. We gaan de aan de YouTube-video plakken, ook op Play Sports te zien. Dus Louis moet dan doorgeven welk shirt hij kiest. Mooi. Goed. Dames en heren, welkom bij MidMid, de voetbalpodcast van Friends of Sports en PlaySports, met vandaag in de studio de eerste vrouwelijke gast ooit. Ze won prijzen in Duitsland, Engeland en België en wordt over het algemeen gezien als de beste Belgische voetbalster ooit. Welkom, Tessa Willaert. Hallo. is dat onder de indruk. Ja, wauw. Van uw eigen dan. Ja, precies. Uh, het is een mooie intro. Voilà. Er is eigenlijk niks, bijna niks gelogen. Ja, de beste speelster. dat ga ik nooit niet zeggen. Maar... Uh... Ja, het is wel waar. Ik was even aan het denken. Ik heb uh, in, elk land, ay, in elk land waar ik gespeeld heb, uh, prijzen gewonnen. Ja. Dat is waar. Hoe is het met u Dat. wel ja? uh, Bijna het einde van het seizoen. Dus uh, ja, ik kijk er wel naar uit om even uh, heel kort dan op reis te gaan voordat we aan de voorbereiding van het EK beginnen. Hm. Je hebt ook een boek meegebracht, zie ik. We oh, zijn donderdag, je? dus je hebt het eigenlijk gisteren gepresenteerd. Mm -hmm. Dat is het boek. Oké. Okay. Uh, dus dat is net uitgekomen. Uh, Waarom een boek? Waarom een boek? Um, dat stond al heel lang op mijn bucketlist, om zoiets te doen. En um, op hetzelfde moment kwam Pieter Jan eigenlijk. Ik ken Pieter Jan al heel lang. Hij is eigenlijk journalist, maar ik vind dat hij super goed schrijft. En uh, op hetzelfde moment zei hij van ja, ik zou eigenlijk ooit wel een boek willen schrijven. En ik zei ah, voilà. En ik wil eigenlijk ook een boek uitbrengen. Dus zo zijn we beginnen samenwerken en dan was het gewoon een kwestie van uh, de juiste uitgeverij zoeken dat we een goed uh, gevoel bij hadden. Dat is Uitheevrij Vrijdag geworden en voilà. Dat okay, is okay. vrijdag, heb ik nog nooit van gehoord eigenlijk. Jawel. Ja. ja? Maar wat ik mij dan afvraag. Is dat <laughs> het... mij, ik lees niet vaak. <laughs> is het een soort biografie of gaat het, gaat het ruimer dan dat? Of... Uh, ik wou eigenlijk een biografie, maar dan dacht ik, ja, ik ben eigenlijk nog een beetje te jong misschien of nog te actief om dat al te doen, omdat ik wel heel veel verhalen heb. Dan moet je over tien jaar al, eigenlijk al een tweede uitbrengen. Ja, dat is toch de bedoeling, ja. om, uh, om na mijn carrière een biografie te doen, omdat ik toch wel heel veel heb meegemaakt en ook heel veel anekdotes dat ik misschien nu nog niet kan vertellen of, of waarbij dat ik zelf uh, ja, in mijn eigen vinger zou snijden of zo daarmee. <laughs> dus uh, nog voor later, maar nu gaat het eigenlijk gewoon zoals dat de titel zegt over het vrouwenvoetbal. Dus het is eigenlijk om, het, om ook het vrouwenvoetbal breder in de aandacht te krijgen en misschien nog een extra duwtje in de rug te geven of de mensen uh, informatie mee te geven van waar dat eigenlijk vandaan komt. Ja, er zijn eigenlijk, we hebben een research gedaan en er zijn heel weinig boeken al uitgebracht over het vrouwenvoetbal in België. Dus het gaat eigenlijk ook een beetje terug in de tijd toen dat ontstaan is. Ah. Uh, maar het gaat ook heel breed, dus het is zowel voor de jeugd als voor... Uh, ja, de ouders kunnen het ook lezen. Uh, maar ook wel anekdotes van mij erin. Um, en ja, ook een QR-code bijvoorbeeld, die dan naar, naar onze website gaat, waarin ik wat trucjes uitleg voor de kindjes. Dus um, het gaat heel breed. Misschien dus wel voor die jonge meisjes dan, eerder. Ja, maar ik zeg het, hun ouders kunnen het ook lezen, puur ja. informatief dan. Um, omdat... Want ik las in de omschrijving... Dat vrouwenvoetbal verboden was tot 1971. Ja, voilà. Dus dat komt ook in het boek. Het boek begint zo. Um, dus er zijn vaak frustrerende anekdotes of verhalen. hoe dat het vrouwenvoetbal vroeger behandeld werd. of hoe dat mensen daarover spraken. Gelukkig staan we al veel verder. We hebben een lange weg afgelegd. Maar er is nog een lange weg te gaan, denk ik. Maar, en, alleen, we gaan zeker niet heel het boek uh, bespreken. Maar wat moesten vrouwen dan doen als ze gingen voetballen? stond daar gevangenisstraffen op als dat verboden was? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Uh, geen idee, dat ga je lezen in het boek. <laughs> Vol, volgens mij was het zo dat de, de Engelse FA het als een, een te grote concurrentie zag voor, het, voor hun eigen populaire mannenvoetbal. En daarom zei geen echte georganiseerde competitie in het vrouwenvoetbal. Wat eigenlijk heel straf is. Eigenlijk. Dat mannen dat als een concurrentie zagen en daarom maar zeiden doe maar liever niet. Dat is echt wel een foute gedachte. Ja, klopt. Jullie zijn vorige week kampioen geworden trouwens. Klopt. het is al twee weken geleden eigenlijk. Ja, voilà, twee weken geleden. Ik maak altijd foutjes. Dus, Geen uh, probleem. Dus ik mocht me daar zeker op corrigeren. Uh, mag ik wel zeggen dat het een moeilijker seizoen was? Ja, zeker. Ja. Uh, het was moeilijker, want uh, ja, een nieuwe coach was wat aanpassender. Er waren uh, een paar nieuwe speelsters, een paar speelsters die weg waren. Uh, wat jeugd die doorgestroomd was. Dus voor ons was het, was het aanpassen. In het begin van de competitie hadden ook wat blessures dat we niet konden opvangen. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En um, op het moment dat we er moesten staan, dat het echt van moeten winnen was, dan, uh, ja, dan hebben we dat gedaan. En uiteindelijk denk ik wel dat uh, dat heel verdiend was. Maar het was wel goed dat er ook een stevige uitdager was, misschien. Ja, ik denk dat Leuven OHG uh, heel, heel, heel goed aan het werken is: um, qua, qua omkadering en qua, uh, qua plan. Dus um, ja, die zijn goed bezig. Maar um, ja ben je toch aan uh, het langste eind getrokken. Ja, we moeten toch blij zijn dat er, dat er wel echt een tweestrijd was tot bijna op het einde van de competitie. Want elke competitie leeft bij spanning. En O.H.L., ik vraag me dan af, is het dan die Engelse eigenaar, die, die, allee, of een eigenaar die ook eigenaar is van Leicester City en daardoor hard gelooft in het vrouwenvoetbal, dat ze daarom ook in België daarin investeren? Want van waar, van waar komt dat bij O.H.L. en bijvoorbeeld niet bij, bij een standaard of bij een KV Mechelen of een, of een Antwerp? Ik denk dat ze wel een mooi budget hebben en dat ze daarmee uh, het niet direct in de, in de loon van de spelers stoken, hebben, maar wel in de omkadering. Um, en, en het plan zit gewoon heel goed. Zij ja. geloven er heel hard in, dat is duidelijk. Ja, ze werken met... elke training wordt gefilmd, uh, heb ik gehoord. Um, ze werken met, met videobeelden, ze, ze trainen heel tactisch. En uh, ja, dat is toch uh, iets wat wij dan bij anderen bijvoorbeeld niet doen, maar we vangen het dan echt wel op met kwaliteit. Is, is OHL dan de toekomst? Van het Belgische Vrouwenvoetbal. Nou, was, dat... was er niet ook iets met dat er daar een topsportschool statuut En dat die speelsters, die jonge ja, ook, speels, ja. rappers naar OHL gingen? Ja, dat is een beetje ter frustratie van de andere score Super League teams dan. Dat er, dat er een beetje een nieuwe samenwerking is tussen de, tussen de KBVB en, de, en, de, en OHGL natuurlijk. Dus um, die werden ook met de Yellow Flames en zo. Dus ja, alle ja, speelsters ja. trainen eigenlijk samen in OHGL. En dan is het ook een logische keuze van hen om gewoon door te schuiven naar, ja, naar, naar de eerste ploeg of naar de tweede ploeg van OHL en, en niet naar de rest van, uh, van het land. Dus uh, ja, dat is een beetje een, een tweedstrijd. Ah, dat wist ik niet. Dus die, inderdaad, dus omdat de topsportschool ook in Leuven gevestigd is en de grote talenten daar ook al trainen in de week, ja, dan is het logisch dat ze daar blijven hangen. Dan moet je al financieel met een sterk aanbod komen ja. om ze dan Klopt. ook nog naar Anderlecht of Club Brugge te krijgen. Klopt. En financieel ja. sterk is voor heel veel ploegen dan natuurlijk weer... Een ander verhaal. Uh, het is heel moeilijk overleven voor ploegen zoals Aalstaan-Woluwe. Omdat die al geen mannenploegen in de hoogste klas hebben. Om dan nog een, een degelijk budget te hebben. Leuven is veel in de media geweest. Omdat de zus van Dante van Zijr daar speelde. Ja. En zij hadden eens in één weekend alle twee een hat-trick gemaakt. Daar hebben ze heel veel persaandacht mee gekregen. Ja, je hebt buiten Anderlecht-speelster. Ook natuurlijk een beetje de ambassadrice van het vrouwenvoetbal in België. Is het goed dat de Anderlecht nu de vijfde titel op rij pakt? Of is dat ja. net een nadeel? Nee, ik vind dat goed. Uh, ja, gewoon omdat ik er zelf ook bij speel, natuurlijk. Maar, uh... Ik zou het ook zeggen. <laughs> uh, maar ja, nee, ik denk de anderen het nog altijd een van de... Of het voorbeeld moet geven in België. Um, dus ja, daar zijn we nu ook volop aan bezig. Sinds, sinds mijn komst heb ik toch hier en daar al wat, wat proberen aan te moedigen of te, te versterken of zo, in de zin van, uh, van organisatie of van, uh, van professioneler werken. Maar het is niet gemakkelijk. Je hebt, uh, je hebt mensen nodig die erin geloven en die erin willen investeren. En gelukkig blijft het budget nu wat dat is. Gaan we niet... Uh, we niet besparen, dat is al een eerste stap. Maar um, ja, dus dat nog is toch weg. mooi van Anderlicht dan op zich? Of ja. Zien we dat, Want dat uh, moet bespaard zag... worden op allerlei domeinen. Ja, het zag er anders uit natuurlijk. Eerst werd verkondigd dat we ging besparen dus uh, ja, we waren daar uh, niet zo blij mee natuurlijk. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen en hebben we ook samenzeten met het bestuur. En hebben ze ook gezegd van ja, we willen, uh, we willen het vrouwenvoetbal blijven ondersteunen. En ja, dan is dat met hetzelfde budget, dus dat is al, dat is al goed. Ze willen, ze willen heel graag uh, het budget ja, herlokaliseren. Ze willen het eigenlijk meer op de jeugd gaan richten. Om meer vrouwelijke jonge speelsters te laten doorstromen naar de top. Wat ik op zich een goed doel vind. Je moet tegelijk natuurlijk er ook voor zorgen dat je eerste ploeg niet plots veel zwakker wordt. Want dan zou onze nationale competitie veel zwakker worden. Dus je, moet, je zou eigenlijk in staat moeten zijn om beide tegelijk te financieren. En ja. dat is voor een club als Anderlecht blijkbaar te moeilijk. Ja, en ik denk dat er ook gewoon te weinig goede jeugd rondloopt om zomaar te zeggen, ah, je, je kan doorstromen. Uh, maar daar heeft, heeft onze coach zich ook, uh, ja, zij ook de, jeugd, de jeugdwerking van aangetrokken en, uh, en probeert een plan uit te schrijven daarvoor. Ah ja, dus er, is, er, is, er zijn nog te weinig uh, goede voetballende meisjes om echt een elite vrouwenacademie uit te bouwen. Ja, en de jeugd van Anderlecht heeft ook gewoon nog te weinig ploegen zelf om, uh, om te zeggen van uh, er is een goede werking. Of ze kunnen, als ze goed zijn, kunnen ze een jaar overslaan of zo. Dat, dat is allemaal nog, uh, nog een heel moeilijk verhaal. En uh, ook gewoon de competitie waarin dan onze tweede ploeg speelt, is ook niet goed genoeg. Met het feit als wij dan. Blessures hebben of komt uit een lange revalidatie om dan te zeggen: doe maar mee met de tweede ploeg. om matchritme dat kan, maar dat is niet ideaal omdat het niveau gewoon niet, niet goed genoeg is. Dat is dan niet provincialen of zo dat die spelen? Uh, die spelen in eerste klasse, denk ik, dat is net onder ons. Maar oh, ja, er is okay. een heel groot verschil tussen de Super League en eerste klasse. Ah, Oké, okay. wist ik niet. We dus zullen dat zou eens nog verder ja. analyseren, maar ik ben ook wel benieuwd. Uh, Johan Walem, wat zijn eerste jaar als trainer bij jullie? Tot. Ja, hoe was hij? Um, hoe was hij? Ik denk dat het een moeilijke start was, omdat um, de communicatie bij een vrouwenploeg verloopt helemaal anders dan bij een mannenploeg, denk ik. En, um, Wat bedoelt je daarmee? Ja, eerst en vooral is er, zijn wij geen prof, dus wij trainen eigenlijk alleen maar s'avonds. Dus... Um, ja, ik hoor bij de man dat, dat bijvoorbeeld uh, Vincent Company zegt de dag ervoor van oké, okay, ik had om zes uur gezegd, maar we gaan morgen om twee uur trainen. Bij ons is dat echt not dun. Dus dat moet echt zeker een week op voorhand en dan is eigenlijk al heel laat uh, gecommuniceerd worden wanneer we gaan trainen. Want, want studenten regelen er een, een studies naar of, of mensen die werken, die proberen dan vrij af te nemen. Want de dinsdag trainen we wel overdag. Dus daar zijn we heel blij mee. Daar, dan trainen we twee keer. Maar dan is, uh, ja, zijn er vier, vijf speelsters niet omdat die het gewoon niet kunnen combineren met hun werk. En de rest moet dan echt vrij afpakken. Ja. Die verhaal aan verlof. Goh, dat is wel zot. Zeg je voorstander van uh, een trainer die al ervaring heeft in het mannenvoetbal, die naar jullie komt? Of liefst tommekeerde. Goh, dat is een beetje te zien aan zijn kwaliteiten, denk ik. Ik was heel enthousiast dat, dat Johan bij ons kwam, omdat hij toch ook een grote naam is en ik dacht van uh, die zal heel veel ervaring met zich meebrengen. Maar zoals ik zei, bijna was een moeilijk verhaal. Hij wil echt uh, ja, tactisch trainen en, en, en richtlijnen geven. En, en ik denk dat wij op een bepaald moment misschien niet konden volgen of zo. Dan is ze daar ook mee gestopt, wat ik wel jammer vond. Dus uh, we hebben ook heel weinig en zo gekregen. Dus um, ik denk wel dat we daar iets meer uh, tijd konden investeren. Maar achteraf gezien uh, ja, zijn we zelf op die manier kampioen geworden. Um, maar ik vind dat wel raar dat je dat zegt. Want ik zou net denken dat tactisch weinig verschil zou zijn tussen mannen en vrouwen. Allee, of de, de lood aan tactische trainingen aankunnen. Ja, nee, wij zijn daar heel in geïnteresseerd, maar je, moet het, uh, ja, je kunt niet direct. Uh, Dergelijke automatismen of dingen verwachten van speelsters. Omdat, ja, ik zeg het, we zijn mijn jeugd doorgestroomd en die meisjes hebben dat ook niet gehad. Dus um, tot op een bepaald niveau kun je dat wel doorgeven, maar ik um, denk dat iets. Meer tijd vraagt om, uh, ja, om het erin te krijgen. Ja, als je geen full prof bent, is het moeilijk om, om bijvoorbeeld nog eens uh, anderhalf uur te gaan samenzitten met een specifieke video-analyst. Want ja, dan zit je op de club tot na middernacht, mm -hmm. bij wijze van spreken. Ja, nee, is als morgens vroeg moet je dan terug gaan werken. Dus dat puur qua planning, ja. en, en trainingslood lijkt me dat zeer moeilijk. Ja. En meestal komen speelsters ook gewoon tien minuten voordat de training start ja. toe. Uh, dus voor mij was dat echt uh, ja, zot om te ervaren of even aanpassen als je vanuit het buitenland komt, waarin we soms al een uur voor training in de fitness zaten voordat we dan effectief op het veld gingen. Dus uh, ja, het was een beetje aanpassen. En is dat voor, voor uh, Wallem? Mentaal ook voor hem een aanpassing geweest, omdat hij ja, met full profs uh, gewoon was te werken en hij zelf eigenlijk zijn mindset moest veranderen? Ja, want ik denk ook dat zijn staf uh, meer dan gehalveerd werd dan wat ja. het hij ge gewoon was. Dus onze uh, physical coach was er eigenlijk bijna nooit. Um, we hadden ja. geen videoanalist. Um, dus ja, alles kwam veel meer op zijn schouders terecht. Dus ik denk dat hij uh, het, is, het wel zwaar onderschat had. Ja, Guido Brepoels is uh, trainer van de Genk Ladies. En die lijkt me daar wel erg gelukkig. Ja, en die doet dat ook super goed. Um, Henk heeft ook totaal niet het budget van Anderlecht of zo. En die hebben het uh, dit jaar tot Leeuw 1 geschopt, Dus uh, chapeau wat hij met, met, met die groep er, eruit haalt heeft. Ik hm. bent de enige postspeelster wel bij Anderlecht is In dat België. Moeilijk? Wat? In België. Ah, ik dacht, hebt uh, opgezocht even, dat er een Noorse speelster bij komt. Uh, dus is is een Zweedse. de winterstop is er een Zweedse gekomen. Ja, ja, dat is waar. Dus jullie zijn nu met twee. <laughs> Je kunnen al eens bellen met elkaar. <laughs> <laughs> maar is dat, niet, is dat niet moeilijk in een, in een kleedkamer ook? Zo'n uh, groot oh. verschil tussen uh, ja. ja, het probleem is vooral dat uiteindelijk dat dat voetbal mijn hoofd bezig is en ik zit gewoon handzacht. Ja, niet te wachten of zo, ik heb wel een ander ding te doen. Maar voor mij, ja, voor ja, mij snap, is dat wel de ja, mindset van: ja, ik ben hier nu en ik wil bijlenen en ik wil vooruit en ik wil van het weekend winter terwijl de andere speelsters gewoon even een uitletklep na hun, na hun, hun werkdag. Ja. Dus um, ja, soms leidt dat wel tot discussies natuurlijk. Ja, dat is een, dat is, dat is, dat is een ander gevoel. Jij wilt maximaal uit je uit werk halen, uit je carrière, terwijl voor sommige andere speelsters is het een bijkomstigheid bovenop hun gewone maatschappelijke carrière. Klopt. Ja. En ja, ook qua, qua verloning, Jij zit daar dan met een full contract, terwijl iemand naast je in de kleedkamer, ja, daar alleen maar van kan dromen. Is dat soms niet moeilijk? Goh, ik denk dat dat bij de mannen ook zo is. Dat niemand gelijk verdient. Dus op zich was dat, was dat totaal geen discussie. En uh, ja, het is gewoon zo. En uh, maar ik zeggen, het vooral in die mindset was, was dat soms wel moeilijk. Maar ja, zonder u worden ze niet kampioen. Oh, dat ga ik zeker niet zeggen. Ik denk dat, dat de ploeg daar heel veel je in je hebt bijgedragen verder, heb je heeft. Goals gemaakt? Ja. Dat is toch niet niks. Ik weet niet, de laatste spits bij Anderleg Koer over alle, alle ploegen heen, die 35 golen heeft gemaakt, dat is toch wel even geleden. Dus. Wat krijgt de topschutter? Want ik las wel dat, dat jullie, jullie hebben geen stier op de rug hebben, omdat daar te weinig budget is. Allee, sommige ploegen moesten die topschutter hebben, kunnen die dat shirt. Het is al zo duur om een stier op, op de rug te krijgen. Ja, altijd, altijd nieuwe shirts maken. Dus uh, nou ja, nieuwe dat is ik wel shirts. jammer dan, precies. Ja, ik vind dat jammer. Ik vind dat, dat we dat echt wel mogen gelijk um, Dit jaar heb ik nu een grote fles champagne gekregen van Eleven, dus daar ben ik blij mee. <laughs> voilà. um, dus de topschitter krijgt een grote fles champagne. Ja, maar vorig jaar werd er niks gedaan, dus dan heb ik wel even gezegd van... Uh, ja, niet omdat ik dat was of zo, maar gewoon omdat ik vond dat dat niet kon. Omdat, ja, dat ma daar mag ook uh, mee uitgepakt worden, denk ik. En ja, nu ben ik wel blij met de fles champagne. Voilà. Maar dat, ze moeten, allez, dat zijn toch dingen die je moet vermarkten als competitie? Nou, het zijn, het zijn kleine dingen en waarschijnlijk zullen ze zeggen, ja, al die kleine dingen dat telt samen op. Maar als je, als je vooruit wil en als je ook sterren wil creëren in die competitie, dan moet je bijvoorbeeld een topschutter toch een echte prijs geven. Dat kan je dan nou weer gaan gebruiken op sociale media. Weet ik wel wat allemaal. Allee, dat lijkt me toch iets kleins. Maak er een mooie prijs van. Een gouden bal, een gouden schoen, weet ik veel. Alleen, gouden schoenen heb je nu al. Maar <laughs> Ja, geef iets, doe daar iets mee. Maak die speelsters bekend bij het brede publiek. Allee, maar ja, dat doen wij ook niet. Hè? Wie is de wij, doen, wij doen ook een gouden krok. We doen ook niet een prijs voor de vrouwen. Nee, misschien moeten we dat volgend jaar wel doen. Hè? Misschien moeten we de gouden krok in beide. beide Pump, is, pump is, was al eens iets, ah, zeker? Ja, nee, dat mag. Espadrille. <laughs> Ballerina of zo voilà, ja, Ja, zo'n ballet goed. <laughs> Oké. Okay. Uh, jullie spelen dit weekend de bekerfinale. Anderlecht speelt dit jaar overal de bekerfinale. Belofte, de eerste ploeg, de vrouwen. Ja. Mooi. Tegenstandaar? Ja. Makkie? Oh nee, dat ga ik zeker niet zijn. Standaar is echt een ploeg van... Uh... Ja, van momenten. Dus uh, als, die, ja, als die echt hoesting hebben in een wedstrijd, dan, dan kunnen die echt uh, heel moeilijk zijn. Heel moeilijk om tegen te spelen. Die zijn ook heel hard in de duels. Uh, ik ben blij dat mijn enkel er nog aan hangt na de laatste wedstrijd tegen Standaard. Dus uh, nee, ik verwacht echt wel een, een moeilijke wedstrijd zaterdag. Het is in Mechelen. Ja, nog nooit geweest, nog nooit gespeeld. <laughs> <laughs> uh, nooit in Mechelen geweest? <laughs> nee, uh, misschien één keer voor mijn studies of zo, maar niet, niet om te voetballen. Dus ik ben heel benieuwd. Um, blijkbaar is de eerste ploeg daarop aan het trainen op het veld. Dus ik ja. hou mijn hart vast. Dus het is niet achter de kazerne. Jawel, jawel het is achter de kazerne. Maar na het einde van de reguliere competitie heeft Wouter Franke beslist om uh, te gaan trainen op het hoofdveld. Dus het veld wordt veel meer bezet dan tijdens de gewone competitie. Dus het gras heeft er wel wat onder te lijden gehad. En vanavond, dinsdag, spelen we ook nog een thuiswedstrijd tegen A Gent. Jullie spelen daar dit weekend de bekerfinale. Ik weet niet of dat het veld nog optimaal gaat liggen. Normaal gezien ligt het daar perfect, maar. En zeer opvallend uh, is, ja, het is achter de kazerne, wat ik op zich een heel leuk idee vind. Ik ook wel. Het is een, een charmant, ja. leuk stadion. Je krijgt daar uh, sneller een sfeer in dan in het Koning stadion Je gaat ook met het vrouwenvoetbal op reis door België, wat ik goed vind, dat iedereen het kan leren kennen. Maar dan, ik heb geprobeerd kaarten te kopen voor de bekerfinale bij de vrouwen. Ja, ik wou net zeggen, jij gaat toch gaan, het is in Mechelen. Het is onmogelijk om kaarten te verkrijgen voor die wedstrijd, het is anderlecht standaard. En je kan enkel tickets kopen op naam in de fanshops van de beide finalisten. That's it. De fanshop van Anderlecht is blijkbaar uh, nu alleen maar open op woensdag namiddag. Ja, het is dus onmogelijk om als mechelaar, die gewoon geïnteresseerd is in het voetbal, daarnaar te gaan kijken. Is, waarom waarom ja. is dat? Ja, het is niet onmogelijk, je moet gewoon tot een ander legt rijden. Maar ik snap... Ja, ja ik heb is mijn... dat? Want dat is dan wel jammer als je in een groot stadion gaat zitten. Ja, ik heb dat mij dat daar ook om... ja, boos, niet boos voor gemaakt, dus veel zeg maar... Ja, dat ik is ongelooflijk. Ik, ik vind, ik vind, vind het dat dat niet kan. Ja, ik wel. vind dat ook. Uh, die match is blijkbaar door de, door de politie van Mechelen als uh, risico bestempeld. Omdat ooit, drie, vier jaar geleden of zo was het standaard anderlegd en is dan de harde kern van standaard, denk ik, uh, het stadion binnengetreden en op het veld gaan en uh, op de vuist gaan met andere supporters en de spelers die moesten... Die hooligans grijpen wel elke gelegenheid aan natuurlijk. Ja, maar ja. dat is heel jammer, want in het vrouwenvoetbal mag dat eigenlijk echt niet gebeuren. Dus uh, wij zijn daar de dupe van en dat ja, zou eigenlijk niet mogen. Hoeveel ja. mensen verwacht je nu? Ja, geen idee. Het zou niet veel zijn als dat enkel op één dag... Nee. Ik, ik ben zeer benieuwd. bedoel, hooligans van het mannenvoetbal gaan het nu onmogelijk maken om het vrouwenvoetbal populair te maken, dan, allee, dat is echt een schande. Dan moeten we toch beter kunnen organiseren. Hmm. Zo'n stadion zou toch vol moeten zitten met, met, ja, met veel jonge meisjes van over heel Vlaanderen die, da, die dan een keer topvoetbal in België willen zien. Dat vind nee, ik yes. heel raar. Vrouwenvoetbal bij uitstek is, is al een sport die veel meer families aantrekt en veel meer jonge kinderen aantrekt. En net dat gaan we dan verbieden. Ik vind dat echt absurd. Hmm. Maar Direct, dus, als als dat, nee, hoop ik, dat is een goede pleidooi. Ik ben blij dat ik me niet altijd slaap. Hij eh, past zich altijd aan, goed aan aan de gast. <laughs> <laughs> Hij is de grote Tessa Willert van van België op dit moment. Hoe ziet een dag van een profspeelster eruit? Um, ik pak wel mijn ochtend meestal rusten, omdat ik altijd redelijk laat uh, ja, ga gaan, gaan slapen, doordat ik gewoon al om kwart voor elf of zo, elf uur thuis ben uh, van training. Dus uh, dan zit ik meestal om één uur in mijn bed en dan sta ik op rond negen uur, negen, negen uur dertig en dan... Uh, ja, even met mijn non bezig zijn, met de Jean-Marie. En dan. <laughs> um, Goeie naam. Ja, en dan dat is, is. Nieuwe de, vriend, dat is echt. Nee, nee, dat is niet mijn vriend, <laughs> dat is mijn, mijn, mijn golden doodle. Um, en dan, ja, is te zien wat dat er op de planning staat. Dat kan zijn dat ik, dat ik zelf ga gaan trainen, dat kan zijn dat ik um, iets moet doen voor media, dat kan zijn dat ik fotoshoot ja, of whatever. Um, het varieert heel hard. Oh. Uh, wat is girl power? Girl Power heb ik gestart. Dat was initieel, als ik mijn eerste jaar in Wolster stelde, was dat mijn tattoo op mijn linkervoet. Dus dat was mijn eerste tattoo. Dat uh... is nog altijd die tattoo-vermoed. Yeah. Ja. Ja, maar ondertussen heb ik nog dat, dus maar dat was okay. mijn eerste. En uh, heel veel mensen. <laughs> nee, nee, ik ga ze niet tonen. En heel... <laughs> heel veel mensen zeiden eigenlijk: van ah, dat past eigenlijk wel echt bij u. Uh, en dat zo een sterk in je schoenen staan en je niet te veel aantrekken van iemand anders. Zijn mening. Um, en dan, als ik in België was, dacht ik: van ja, ik wil eigenlijk uh, voetbaltraining doen voor meisjes. Omdat ik ook vind dat die kwalitatief te weinig goede training hebben soms. En dat is ook gewoon leuk dat die samen kunnen trainen. Dus dan ja, heb ik ook niet lang moeten nadenken om in een bedrijfje een naam te geven. En dus dat was. ein Betreff Ja, dat is mijn vernootschap. Okay. Dus um, ja, daar doen we eigenlijk, dan zijn we, deze zomer zijn we dan ook, we zijn eigenlijk overal al een beetje geweest. We zijn in Oostende geweest, in Brakel, in Zwevenhem. Um, dan heb ik uh, met Mark Koeken gepraat en dan zei hij van, ah, kom naar Durbu. Dus dan zijn we vier dagen in Durbu geweest, uiteraard. Uh, dus dat was super leuk, was super vermoeiend. Uh, want ik had alles zelf gegeven, um, maar dat was wel super leuk. Want, alles zelf geven van trainingen dan? Ja, twee keer, okay. per trai twee keer per dag training. En dan dus samen met Matthew met mijn vriend. Jean-Marie was ook mee. En dan, uh, <laughs> daarna werden ze opgehaald en was uh, alles georganiseerd voor de rest door, uh, ja, door Mark, door LPM zelf eigenlijk. En dan uh, hadden ze nog een avontuurlijke activiteit, dus dat was super vermoeiend. Die kindjes waren ook helemaal moe na vier dagen, maar dat was wel echt de moeite. Jammer dat ik dit, uh, deze zomer geen tijd heb ervoor, want ik heb tk. Oh ja. Maar voor volgende zomer staat dat zeker terug op de planning om dat te okay. doen. En hoeveel meisjes komen naar zo'n namen we de 23. Okay. En is het, ja. hoe worden ze geselecteerd? Is het de bedoeling dat het uh, toptalenten zijn? Of? Nee, voorlopig is het gewoon de bedoeling dat ze wel al in een voetbalclub spelen. Dus dat ze toch al enig niveau hebben. Um, ah, deze winter hebben we het dan ook in februari in Anderlecht georganiseerd. Dus uh, voor hen was dat dan ook superleuk om te kunnen zeggen van, ah, ik heb in het complex van Anderlecht Tuur. waar dat de meisjes ja. van Anderlecht trainen. Op Neerpede dan? Of? Op Neerpede, ja. ja. Okay. Er is eigenlijk één veld die volledig omringd is door beton. Um, en uh, en ja, dus dat is wel was meer aan van achter. Uh, dat is eigenlijk als je oprijdt direct links. Ah, nee, dat is niet wat ik bedoelde. Nee, Oké. Okay. Ja. Wel mooi dat de club daar dan u in ondersteunt. Of ja. Hoe moeten we dat zien? Ik heb redelijk veel zelf georganiseerd, maar ze staan er wel achter. Um, maar door deze vraag is ze ook bij een keer gebleven. Ja. Want dat is iets dat je, dat je wel zou. Alleen ik vermoed dat dat in de lift zit. Dat meer en meer meisjes in de zomer op zoek zijn naar dat soort kampen. Dus ja. dat is iets dat je zou kunnen verbreden. Het is niet omdat jij TK speelt dat het niet zou mogen doorgaan. Nee, zeker niet. Maar ik vind het wel een must dat ik toch minstens één keer aanwezig ben. Ja, snap ik wel. Er dus gaan heel veel dan... meisjes ook wel ja, voor haar. Ja, ja. Allee, ik doe het Tessa ja, toch ook. Nu, nu was het de eerste keer na een jaar en een half dat ik het uitbesteed heb. Dus dat ik trainers gezocht heb die training gaven. En dat ik twee keer van de vijf aanwezig was. Om ze toch uh, ja, nog wat tips te geven. En om er gewoon bij te zijn. En je merkt wel dat ze dan echt wel uitkijken naar die keer dat komt. kom. Dus uh, ja, dat is wel leuk. Ja, het is ook een soort van kledingsmerk. Ja, we hebben of... ook wel wat trainingskledij. Maar dat moet je nog veel verder uitgebouwd worden. Echt... Echt kledij hebben we nog niet. Um, we zijn nu ook begonnen met bikinis en het boek is nu ook uit, dus ik wil daar ook wel wat merchandise uh, een verhaal van maken. Omdat ik ook gewoon merk als ik vroeger klein was of zelfs een paar jaar geleden en ik vond badslippers uh, of zo en daar stond girl power op, dan kocht ik dat gewoon meteen omdat ik dat gewoon tof vond. Dus dan zei ik van oké. Okay, wat wil, wat wil ik zelf nog dragen als er girl power op staat? En, en zo proberen we verder te bouwen. Is het ook vanuit die gedachte dat nu bijvoorbeeld de Red Flames, jullie hebben voor het eerst een eigen vrouwentenue, die speciaal gemaakt is voor de vrouwenploeg. Is dat ook de en bedoeling? En een heel schoon. Ja, een ja, heel mooi, echt een goed mooi truitje. Hè? Is dat ook de bedoeling van dat jij vroeger, als je in de jeugd speelde, ja, je moest ook altijd met jongens tenue spelen, neem ik aan. Ja, ik heb daar ja. nog uh, zotte foto's van. Dat ik speelde voor zeker een XL of zo, ik weet het niet. Maar uh, nee, ja, ik ben gewoon blij dat dat allemaal aan het evalueren is. En met, met de, de nationale ploeg zijn we goed op weg. Maar jammer genoeg kunnen de clubs uh, moeilijk volgen. Dus dat is, uh, ja, dat is een ander verhaal. Grow power, hè? Ik vind teenslippers slippers van Girl Power moesten die er ooit echt komen. Ik vind dat wel iets voor <laughs> uh, Ik heb vroeger altijd geleerd dat je van teenslippers slippers impotent werd, maar blijkbaar <laughs> is dat niet waar. <laughs> dat werd vroeger altijd gezegd. Okay. Met deze uh, krijg je de erkenning die je verdient van um... alle rantingen dat je doet. Oh, wat is erkenning? Uh, ik denk in België. Sinds ik terug in België speel veel minder dan dat ik in het buitenland zat en ik snap gewoon niet waarom. Maar, ja, maar wel in België bedoel je. Sinds ik terug in België speel, krijg ik denk ik minder erkenning of waardering, ik zal het zo zeggen, dan dat ik in het buitenland speelde. Maar uh, sinds ik terug in België ben, word ik gewoon ook heel veel meer gevraagd voor dingen en moet ik soms nee beginnen zeggen, omdat het gewoon te druk wordt. Dus dat is dan wel weer leuk. Dat is gewoon uh, ja, alles die, die rond de groei van het vrouwenvoetbal er ontstaat, uh, waardoor dat ik mij dan hier en daar wel voor probeer te engageren, denk ik. Ja, maar je mocht je wel Ereburger noemen. Ja, uh, Ja, het is Zullen natuurlijk wij niet twee zeggen? jaar uit. Ik weet ook niet wat de voordelen zijn. Dus, um, voor de, ja, geen belastingen niet meer betalen. Niet, hè? Ah, ja, dat, hè? Overal parkeren, geen belastingen meer betalen. Echt? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. En, en als ik die... zong, zei dat maar, klopt dat eigenlijk ja. niet. De sleutel van de gemeente, zo, hè? zo. De officiële sleutel. Echt? Ja, dat werd vroeger. Vroeger ja, was ja, dat... We zitten hier met nere ah, Dat heb ik nog niet gekregen. Dus ah. moet ja. ik daar een keer achter En heb je dan toch op een plakkaat gekregen of zo? Ja, ja, ja. Ah, ja. dat is door een, door een opa gemaakt die mij. Het, ja, de cirkel is rond die mij als ik. Tien jaar was, ooit nog naar het voetbal heeft gevoerd, omdat zijn kleinzoon bij mij speelde. Dus die heeft dat nu gemaakt, dus dat was wel superleuk. Cool. Ja. Uh, je hebt een artikel gelezen, over de groeipijnen van het vrouwenvoetbal. Ik lees wel meerdere artikels in de week. Ja, maar je hebt mij wel enthousiast gezegd, een heel interessant artikel. Ja, en een van de. Uh, dat was in februari in de standaard verschenen. En een van de eerste punten daarvan was, en dat wist ik zelf niet, een van de groeipijnen in het Belgische vrouw, vrouwenvoetbal was en is nog altijd, dat het een omgekeerde piramide heeft. Dat wil zeggen dat wij in België in het vrouwenvoetbal nog altijd meer oudere speelsters hebben dan jonge speelsters. En dat dat in alle andere Europese landen al omgekeerd is. Dus dat gebeurt is... dan in, in de eerste ploegen. Ja, nee, algemeen. Dus jeugd ten opzichte van, van, het, van het, ja, het volwassen voetbal. Dus er zijn meer plus-18 speelsters dan min-18 speelsters. En dat is heel uitzonderlijk, want meestal beginnen er heel veel jonge kinderen te voetballen en worden, eh, wordt de piramide smaller en smaller en smaller en word je dan profvoetballer of uh, uh, seniorenvoetballer. Maar in het vrouwenvoetbal is dat dus nog omgekeerd. Dus die doorstroming zat daar wat vast. Dat was okay. bijvoorbeeld een eerste opvallend feit dat ik niet wist. Klopt dat? Want ik had net, overal wijk ik lees, dat zijn andere artikels dan, is net dat er meer en meer vrouwen ah ja, en meisjes beginnen voetballen. En... Daar, nou, dat is een studie van 2019 was dat. En daarna is de groei bij het vrouwenvoetbal gelukkig ook in België exponentieel gegaan bij jonge meisjes. Want okay. daar is nog een enorme inhaalsweg te gaan. Als je kijkt in Nederland bijvoorbeeld, zijn er vier keer zoveel voetballende jonge meisjes dan in België. Terwijl bij de mannen is dat maar maal twee. Dus er moet nog een enorme inhaalslag gebeuren. Waarom is dat bij Nederland meer? Omdat hij gewoon, uh, ja zeker als nationale ploeg, ja, die zijn wereldkamp, uh, vice wereldkampioen geweest, en zijn Europees kampioen geweest. Dus, uh, en de mentaliteit is daar ook gewoon anders. Uh, daar is meestal als je werkt en je moet gaan trainen, dan zegt de werkgever van oké, okay, ik snap het. Terwijl hier moet je, je echt... Is en... de vrouw daar, daar als atleet meer ingeburgerd ook? Ja, het is, het is, de sport wordt, wordt meer gewaardeerd denk ik. En... Ja, bijna iedereen is ook prof in Nederland, daar begint het al. Dus ik denk dat wij als België zijn de een van de weinige Europese landen zijn waar al, waar al nog niemand prof is in eigen land. Dus um, ja, dan hink je alleen maar verder en verder achterop. Het is ook amateurclubs zijn in Nederland al, al veel sneller op de kar van het populaire vrouwenvoetbal gesprongen. Hè? Dat is gewoon zo. In België, ik ken nog best heel wat provinciale clubs die geen vrouwenafdeling hebben. Terwijl in Nederland is dat bijna onbestaande. Hè? Hoe zit dat bij KV Mechelen bijvoorbeeld? Uh, wij, wij waren eigenlijk een van de, van de eersten, om het zo te zeggen, bij de profploegen die een af vrouwenafdeling hadden, maar wel amateurniveau. Geen profambities. En ik denk dat dat net na 2000 begonnen is. En volgend jaar start KV Mechelen in de Superleague. Dus dat heeft... Twee of drieëntwintig jaar geduurd. vooraleer ze van het amateurniveau. die stap naar het, naar het professionele voetbal kunnen zetten. Dus dan zie je toch wel dat het. zelfs voor een ploeg als KV Mechelen. die een profploeg achter zich heeft, dat het heel moeilijk is. om ook in het vrouwenvoetbal door te stromen. Laat staan voor een provinciale club in België. die op zoek is naar trainers, accommodaties, dit dat. Die hebben heel lang gezegd. dat vrouwenvoetbal. daar gaan we nog even mee wachten. En in Nederland hebben ze twintig, dertig jaar geleden al gezegd. nee, dat pakken we erbij. Okay. Ik denk dat dat gewoon een algemene regel zou moeten zijn ja. in het Jupiter Pro-reglement. Van uh, elke ploeg die in de Jupiter Pro League aantreedt, moet een vrouwenploeg hebben en moet daar zoveel in investeren. Want uh, ja, alles begint gewoon met, met geld en um, anders blijven we gewoon in cirkels draaien, denk ik. En ben je met poppenclubs zoals OAGL nu goed bezig is, maar dan speelsters van andere clubs uh, wegtrekt, waardoor dat die dan weer afzakken. En um, ja, ik denk dat bij me gewoon ook gewoon. Ik hoop van niet, maar een moeilijk verhaal zal zijn volgend jaar om het uh, ja, mee te draaien. Ik denk dat het budget zeer beperkt zal zijn, maar ik ben wel al blij dat de ploeg zich erachter zet. Ze maken accommodatie vrij, ze steunen het wel, maar financieel, ja, ze gaan daar geen half miljoen euro in pompen, bij wijze van spreken. Eigenlijk zou dan meer en meer moeten, dat je ook financieel gaat steunen, dat ze echt stappen kunnen zetten. Hmm. Ik, wat bijvoorbeeld heel opvallend is, Antwerp en Beerschot, twee profploegen in het Antwerpse voetbal, geen vrouwen, elftal op het hoogste niveau. Dat is toch heel bizar? iets allee... van Van Nabele nu met een initiatief begonnen. Ja, en terecht, allee, het Antwerpse voetbal, daar zijn enorm veel meisjes die aan het voetballen zijn, dat, dat moet een kweekvijver zijn aan talent. Ja, er is geen profploeg. Dat is toch heel raar? Dat moet echt snel komen. Sneller dan dat het nu gaat. Maar een profploeg een ja, vrouwenploeg. een vrouwenploeg in de super league ja. bedoel ik dat daar. Dat is mee. nog een verschil natuurlijk. Ja. Een profploeg in België is er eigenlijk niet. Een full-profploeg, ja. dat is er nog. Het is niet. een amateurcompetitie. Ja. Ja. Of, ja, sommigen zijn ook semi-prof. Ik denk dat de regel ook volgend jaar is dat je drie of vier semi-prof speelsters moet hebben in je ploeg. Um, dus ja, zoals ik zei, voor Aal Volume wordt, uh, wordt dat al heel moeilijk. Hm. Ik heb uh, vier puntjes opgeschreven dat we misschien moeten bespreken wat daar nog kan aan veranderen. Mm -hmm. Opleiding. Ik vind het een heel interessante, zo lang mogelijk de meisjes bij de jongens laten meetrainen, of net niet. Goh, er zijn heel veel meisjes, ook op mijn kampen en zo, die, die dan aan mij komen van ja, ik vind het eigenlijk niet leuk bij de jongens. Moet ik dan verder doen bij de jongens? En ik zeg altijd van nee, je moet gewoon een keuze maken waar dat je je amuseert, want anders ga je toch niet verder doen. En, en als je niet verder doet, dan hebben we er later ook niks aan. Dus maak gewoon een keuze waar dat je het beste bij voelt. Maar ik denk gewoon, feitelijk gezien, is het gewoon beter bij de jongens, omdat opleiding gewoon beter is. Ja, want jij hebt dat zelf wel lang gedaan en daar wel veel aan gehad. Ja, ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Um, ook wel een paar keer tegen de lampen loop, dan Natuurlijk, omdat ja, sommige jongens worden dan door eerste klassers weggeplukt. En als meisje bleef je achter, omdat ze daar geen tijd en energie wilden in insteken. Terwijl um, ja. je zelf het gevoel had op die leeftijd, ik ben niet minder. Oh, dan als ik zeker niet. Nee, ik ging gewoon meegaan. En, en, en ja, bij daar speel, maar dat werd mij tegenhouden. maar oké, okay, dat was niet zo. Toen trok ik mij daar echt niet veel van aan. Denk met alles wat ik nu weet, zou ik misschien wel meer gefrustreerd geweest zijn, maar toen zei ik gewoon van, ah, oké, okay, uh, ik doe wel verder waar ik zit en ik zie wel waar ik beland. Het was ook totaal niet mijn bedoeling om daar ooit mee werk van te maken. Dus, um, maar ja, ik zeg, er zijn wel een paar zoals Mechelen en zo heeft wel echt goede jeugd, dus die zijn daar echt wel goed mee bezig. Uh, overlaatst ook uh, de meisjes van Mechelen getraind, dus dat was wel een mooi niveau. Maar er zijn gewoon uh, ja, te, weinig, te weinig goede ploegen. Um, of ouders die dan, die dan ver van de meisjes wonen. En die ook iets zijn van ja, ik kan ze ook tot daar niet voeren. En dan meisjes die moeten afhaken daardoor. En dat is allemaal jammer. Denk je zelf naar je carrière trainer te worden? Of? Ik ben bezig met mijn UEFA, maar ik weet niet of ik dat ga verder zetten, omdat dat heel veel werk is. Maar um, ik zie me eigenlijk ook niet echt als T één of zo. Ik denk eerder als manager of sportief directeur of zo. Um, iets meer organisatorend. Uh, een orga organise Organiserende functie. Dan, dan echt zo op het veld staan. Of scout of zo, dat lijkt mij ook wel nog iets. Maar het liefst van al werk ik gewoon met girl power en doe ik daarmee verder. Een ja. uh, paar jaar geleden was dat de benenliga in het vrouwenvoetbal. Wacht je pro of tegen? Uh, heel hard voor. Okay. Um, dat was heel jammer dat dat gedaan was. Dat was ook okay een van de redenen dat ik dan gewoon naar het buitenland ben vertrokken. Um, wel sommige ploegen die het dan ook weer um, financieel niet kon omdat dat zijn ook heel ver verplaatsingen met standaard wij het geluk dat we heel wat budget hadden um, door Duchatelet die daar heel veel in investeerde en we bleven dan ook effectief in, in Nederland voor of na een wedstrijd slapen maar wij waren de enige ploeg die dat deed sommige ploegen reden gewoon 5-6 uur in de bus voor een wedstrijd dus dat was, ja, dat was ongezien dat, dat kun je eigenlijk niet, niet maken om dan nog een wedstrijd te spelen dus um, nee, ik vind dat heel goed ik hoop ook dat dat ooit terugkomt omdat je dan echt wel top te hebt tegen Ajax, uh, PSV en zo. Dus uh, voor het niveau was dat wel echt goed. Maar je ziet dan wel in het vrouwenvoetbal heel hard. Als een ploeg een beetje investeert, zie je, je er meteen bovenuit. Toen standaard, nu ander licht. Ja, en dan nog uh, ja, met budget. Er is nu een ploeg in, in, in Nederland die direct in de hoogste klasse. Omdat hij daarnet zei van. Uh, ja, Mechelen zal er ook geen half miljoen in investeren. Maar die ploeg heeft direct in de hoogste klasse aangetekend. Zoals Mechelen. En die start met een budget van 1 miljoen. En wie, wie is dat dat is uh, Fortuna Sittard bijvoorbeeld. Ah, ja. Telstar start ook met een vrouwenploeg. En komt dat geld dan van de overheid? Of van, de... van sponsors, van investeerders. Die echt zeggen: van kijk, uh, ik geloof in dat project, ik wil ah. daarin investeren. Ik zie mogelijkheden om als bedrijf daar voordelen uit te halen. En die spreken ook heel hard over uh, het verenigen van de vrouwenrechten. Dus ik denk dat die zelfs een speelster uit Afghanistan of zo gehaald ah, ja. hebben. Maar komt er dan meer publiek in Nederland naar die match ja, kijken? Ja, ook? Ja, ja. Hm. ja. En er worden ook heel veel wedstrijden in, in, in de mannenstadion gespeeld. En, uh, ja, wij hebben nu over laatst in Henk gespeeld. Um, dat was ook de eerste keer, dus in de CGK Arena, dat was wel leuk. Maar um, ja, wij kwamen toe en we moesten al, 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 al 200 meter wandelen naar onze kleedkamer. En ik dacht, waar gaan ze ons hier steken? En dan bleek dat we in de kleedkamers van de jeugd zaten. Dus dan komen we op het veld en dan ja, is er natuurlijk boarding. Want als je uit de mannenkleedkamer komt, dan stap je recht het veld op. Maar wij stapten eigenlijk vanuit de tribune. Dus moesten we over die boarding. Ja, ja. Inderdaad. Dus maken. moesten we over de boarding om dan onze opwarming te beginnen. en dan goh. De match was ook op tv, waardoor dat we dan wel de juiste uitgang moesten... Of ingang moesten nemen om op het veld te komen. Dus dan moesten we ja vijf minuten vroeger vertrekken uit onze kleedkamer om Hans achter de... Het doel te wandelen, om dan klaar te staan om het veld op te gaan. Dus als zij nachting, dan denk oh, ik. Ja, dus als zij dan denk even van, even dat is echt de basis. Dat ja. zijn wel dingen, het blijft een beetje een, een, een kip- en het ei, discussie. Ja. Dus dat is altijd het probleem. Want er moet wel meer volk komen kijken en meer volk geïnteresseerd raken. Mm -hmm. Moet je de investering doen om meer volk te krijgen en niveau mogen te trekken waardoor ze gaan komen. Of moet je erop wachten. Ja, ik denk dat, je, ja, dat we gewoon mensen moeten moet nemen die gewoon zeggen: van, Kijk, ik ga erin investeren. En ik zie wel waar dat, waar dat eindigt. Maar ik denk met de goede marketingplannen en zo dat je er al veel kunt uithalen. En de marketing is gewoon ook veel te weinig in België als ik dat vergelijk met het buitenland. Dus um, in België is zo'n verhaal van: ah, We wachten op de resultaten en dan zien we wel of dat we erin gaan investeren. Terwijl, ja, we kunnen het ook niet verwachten van ons. Uh, we spreken nu ook van top 8. Um, van Europa te, in Europa te halen met de, met de nationale ploeg, terwijl dat we dan op termijn willen concurreren natuurlijk met een Duitsland, met een Frankrijk, terwijl dat die al 10, 15 jaar prof zijn en wij nog altijd niet hm. dus als, uh, dat is heel moeilijk en verlangt heel veel van ons en we trainen 4, 5 keer met, met ander maar we moeten minstens 5, 6 keer met de nationale ploeg per week uh, moeten we, moet we ingevuld hebben in, in een vragenlijst dat we, ja, dat we zoveel moeten trainen dus dan moeten we nog thuis trainen en dan moeten mensen nog combineren met hun werk en het vraagt heel veel hm. Het is, het is... Ja, je bent misschien wel terecht negatief, maar er, er gebeuren wel dingen. Ja. Het is niet dat het stilstaat. Is... Nee, en dat komt ook stop, door onze stop, resultaten, stop. denk ja, ik. Ook. We hadden een boost had in 2017 en sindsdien uh, ja, is de nationale ploeg echt, uh, ja, echt een steen. En ik kan niet nu nog iets opnoemen, buiten de verloning dan, dat we, uh, we tekortkomen bij Nationaal Ploeg. We hebben, we hebben ook een privévliegtuig voor, voor wedstrijden als dat nodig is. We hebben een eigen kok die meereist met ons uh, naar alle landen mogelijk. Dus uh, ja, dat verhaal zit wel heel goed. En je merkt dat ook in de resultaten. Hm. Ja. ja, wat de Voetbalmond wel heel sterk gedaan heeft met dat EK 2017 als een, ja, een nieuwe elan te geven, was dat, dat Red Flames verhaal. Dat is wel een sterk merk geworden. Ik denk dat alle voetbalfans het ondertussen weten wat dat is, de Red Flames. Dus dat is al gelukt. Mm, toch? de volgende stap is ook om dat door te trekken naar de nationale competitie en ja, dat dat moeilijk is omdat je met al die verschillende ploegen zit, maar de nationale ploeg dat zou ons toch wel moeten lukken om daar een soort van project van te maken, dat je daar meer semi-professie krijgt, zoals je eigenlijk jaren geleden bij het hockey hebt gehad. Ze hebben de nationale ploeg een beetje losgetrokken van de clubs en gezegd, kijk, jullie zijn de beste van België. Jullie gaan meer samen trainen, jullie gaan meer op trainingskamp. Die nationale ploeg is resultaten beginnen halen en dan zijn de clubs daarin meegegaan. Misschien ja, is dat Ja, maar spe daar spelen we heel veel van in het buitenland. Ja. Die hebben een agenda wel, ja. ook al. Ondertussen wel. Ja, we zijn nu wel een paar keer dit jaar de woensdag samengekomen om een extra training op weken te hebben met degenen die in België spelen. Um... Dat, dat vind ik heel goed. Ja, dat is waar. En dan hopen dat er daar ook nog wel meer en meer van naar, naar een profcompetitie verhuizen. Ja, een dat een keuze, ja. Dat is een keuze die je maakt. He. Ja. Het is gewoon jammer dat je um, als Belzijn alles moet achterlaten om prof te kunnen worden. Dat is Vaar. waar. Ja. En dat is misschien het pijnpunt van uw generatie. Ja. Want daar hebben we dit ook eerder gehad, de, ja. de eerste generatie die de Olympische ja. speelden haalde, zeg maar. Mm -hmm. Ik ben en ervan overtuigd dat dat, dat gaat veranderen. Ik zeg niet dat je een full prof competitie zal hebben met 18 ploegen, maar ik zie bij, bij Club Brugge, bij Anderlecht, bij Leuven, bij Genk, allee, dat, daar zie ik wel initiatieven die, als we over 10 jaar zullen terugkijken, dat ze dan wel prof zijn. Daar ben ik wel van overtuigd. Ik hoop het voor hem. Ja. <laughs> ja, dan is uw carrière natuurlijk <laughs> jammer genoeg al te renden, Maar dat denk ik wel. Die evolutie valt niet te stoppen, denk ik. Maar ik heb nu ook het mediaplan gezien voor het EK met de Flames. Er gaat wel veel gebeuren. Hè? Ja, dat is heel mooi. Ja, uh, ja, ja het wordt interessant. Want ja. ook over de score Super League, Superleague, toch ook een verschil ten opzichte van vier jaar geleden? Ja, uh, nee? ja, ja, ja het steekt allemaal. En, uh, ja, ik heb echt met uh, veel enthousiasme naar de, naar de plannen zitten kijken hoe dat ze het aan het uitleggen waren. Dus uh, ja, het wordt heel tof. En uh, ja, wij zullen er natuurlijk niet veel van merken, maar ik denk voor de mensen die in België zijn, dat, wel, uh, dat ze wel zo weten dat we in de K mm -hmm. VRT gaat er toch ook volop hè, op, op het TK Ze zenden, denk ik, quasi alles uit. En jullie wedstrijden echt met een omkadering en ter plekke en zo. Dus allez, daar spreekt vanuit VRT toch enorm veel vertrouwen uit in die sport. Dat is toch eigenlijk wat je verwacht? Ja, ik, vind, ja sinds, ik denk dat onze wedstrijden pas echt zijn beginnen uitgezonden worden sinds het DK 2017. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk jammer dat dat pas in 2017 was. Maar oké, okay, uh, ja, dat is inderdaad een basisverrijste dat onze wedstrijden met de nationaal ploeg gewoon op tv zijn. En dat is nu wel, dus daar zijn we wel blij mee. Hm. Want ja, de score is ook. Iedere ieder speeldag één match integraal op tv. Uh, op 11, ja. Ik heb ja. toch ook al een stap, nee? Ja, vorig jaar was al om de twee weken, denk ik. En ik denk dat nu, als ik me niet vergis, elke week is. Dus... Um, je merkt ook wel dat er, dat er wel uh, wat publiek naar kijkt. En zelfs dit jaar met Anderlecht hadden we een unicum dat er nu en dan een livestream was. Um, dus onze cameraman gewoon uh, de wedstrijd filmen, weliswaar zonder commentaar of zo. Maar, maar toch interessant voor de mensen dat ze niet altijd de verplaatsing moesten maken. De, de TV-rechten van de Scorer Super League zijn verkocht voor 150.000 euro per seizoen. En die van de mannencompetitie voor 105 miljoen euro per jaar. Dus ja, dat is natuurlijk ook nog wel een verschil. Ja, dat is misschien ook wel wat het op dit moment waard is. Dat is de investering die moet gebeuren om naar rechter te trekken, maar dat wil niet zeggen dat dat op dit moment... Het belangrijkste is inderdaad dat, de, dat de, kap, allee, de captaties beginnen en dat er mensen op een professionele manier er kunnen naar kijken. En dat is wel... Als je op zaterdagmiddag keek, dan had je altijd een vrouwenvoetbalwedstrijd op 11 en die, die was wel altijd goed in beeld gebracht. Dus dat, dat was echt al een verbetering. Voilà. Je hebt een manager... Ja. Hoe lang heb je al een manager? Sinds mijn eerste jaar in standaard, dus dat is. oeh terug in de tijd, uh, 2013 of zo. Oké. Okay. Want zijn er veel professionele managers in het vrouwenvoetbal? Of zijn dat dan altijd managers die de twee combineren? Of? Uh, mijn zijn er zijn eigenlijk nog niet zo heel veel. Um, ik denk dat mijn bureau daar een beetje mee start is. En ondertussen zijn er ook al uh, ja, wat mee op de kar gesprongen. En er zijn ook heel veel meisjes die met een Hollands bureau samenwerken. Dus um, ja. Hmm. Heb je daardoor serieuze sponsordeals? Um, is dat door mijn management? Nee, ik denk dat zij daar niet zo mee bezig zijn. Um, Ga je ze... daar dan zelf achter? Oh, die, die komen gewoon naar mij. Dat kan ook. Die sturen dan een mail of zo. Of via Instagram. Um, sommigen gaan inderdaad 2020. naar mijn manager. <laughs> sommigen gaan inderdaad naar mijn manager, maar, gaan, maar sinds kort, sinds een, een jaar of zo. Is, uh, heb ik nog iemand apart die dan zich bezig met de sponsoring? En daar, uh, ja, daar komt er wel heel veel van uit voort. Want in uw uh, cityperiode zat je zat in een grote Adidas-campagne. Met Pogba en zo. Klopt. Hoe komt dat um, dan tot stand? Um, hoe is dat tot stand gekomen? Ja, dus ik heb dan in twee of jaar, drie jaar geleden mijn eerste contract met Adidas getekend. Um, dat was eigenlijk een logische volg van mijn samenwerking met Adidas. Maar dat heeft heel lang geduurd tot Adidas echt wel een contract wil geven. Dus uh, ja, ik ben daar wel heel blij mee. En die campagne, ja, nu en dan komt een nieuwe schoen uit en dan moet je video's of, of campagnes daarvoor doen. En ik had dat zelf niet door, dat, uh, dat was voor de nieuwe Predators die gingen uitkomen. En ik had zelf niet door dat, dat, dat die beelden voor zo'n campagne ging gebruikt worden. Maar dat was, uh, ja, dat was wel cool. Hadden ze vergeten te zeggen? Ja, ik weet er niet of ik had dat niet gehoord of zo. Oh. Kan ook. Oké. Okay. Je moet niet zeggen hoeveel je verdient. Maar we waren net bezig, ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Profspeelster zijn. In België. Is dat dan een gemiddeld loon van een werknemer in België of is dat wel echt een, iets meer dan dat? Nee, dat is wel iets meer. Um, ja, ja, dat kan geen bedraan zijn. Dus, uh, maar ja, uh, ja, mijn mama of zo of mijn ouders die, ja, die verdienen dat niet. Mijn lief verdient dat ook niet. Oké, okay. dat is wel goed dan. Ja, 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 ja. Uh, want eigenlijk als ik het vergelijk met, met dan in het buitenland, nu gewoon met alle sponsors en, en, en zo die erbij komt, dan verdien ik eigenlijk zelfs meer dan dat ik in het buitenland zat en, en, en daar prof was. Dus uiteindelijk ja, moet, je, moet je het evenwicht zoeken naar de balans. En voor mij is het zo belangrijk om. Uh, ja, of, of leuk om ook andere dingen te doen naast het voetbal, dan, daar, dan gewoon twee keer te trainen en voor de rest gewoon uh, thuis te zitten en, en uh, naar Netflix te kijken. Dus uh, mijn leven is veel varieerder. <laughs> misschien okay. moet, uh, moeten we zeggen tegen Anderlecht dat je per doelpunt wilt betaald worden. Hè? <laughs> ja, dat, mm, yes. daar had ik misschien beter over nadenken. Ja. <laughs> we hebben al weinig geld op Anderlecht. <laughs> Gaan we het eens over je carrière hebben? Ja hoor. Uh, eerste ploeg, Zultuarium. Als 15-jarige speelster. Toen was nog zulte zelfs. Dat zulte ah, okay. stond nog niet. Uh, die speelden toen ook in tweede klasse. Dus uh, ja, voor mij was dat gewoon heel makkelijk om dan mee te gaan in het niveau. En we zijn dan ook het eerste jaar kampioen gespeeld. Dus, uh, en daarna zijn we kort uh, daarna veranderd naar, naar Zultewarmen. Dus ik had gewoon het geluk. Ik denk voor de jeugd dat het nu gewoon moeilijker is om, om in een eerste ploeg in de, in de Super League bijvoorbeeld aan te sluiten, omdat het niveau gewoon al hoger is dan destijds. Hm. Maar als je als 15-jarige kampioen kunt worden meteen, hoe hard wordt dat dan al gescout? Van buitenlandse ploegen, of allee, dat moet toch rondgaan? Nee, van was buitenlandse... dat niet uniek? Nee. Een 15-jarige die kampioen wordt in tweede klasse? Nee. Ah, okay. Het vrouwenvoetbal stond toen ook nog niet zo ver, denk ik, dat hij echt. Uh... Maar zelfs nu wordt, wordt, wordt België in het algemeen zelfs weinig scout, denk ik. Dus uh, toen uh... Ja, gebeurde dat niet. En ik denk dat de eerste buitenlandse ploeg pas in mijn eerste jaar is dan daar zijn gekomen. En was je op je 15 dan al beslissend? Of was, je dat, was dat een inloopjaar? Mm, nee, ik denk dat ik wel al uh, bijna elke wedstrijd speelde. Ik wou ook elke wedstrijd spelen. Ik was boos als ik op de bank zat. Dus. <laughs> ja, maar dat kiest jij niet, hè? <laughs> nee, dat is, waar. dat is waar. De coach was baas. Maar um, nee, ja, ik, ik denk dat ik toen zelfs nog aanvallende middenvelder was. En als ik bij de jongens speelde, was ik centrale verdediger. Huh? Ja. Wacht, dat snap ik niet. Ja, ik, dus als centrale ik vanaf... verdediger tegen, tegen jongens van, ja? bij, van 15, 14, 15 jaar. Ja, ik koos positie en als er dan een lang... Ja, ik ging niet zoveel in duel. Er stond iemand naast mij en ik liet en hem over. En ik probeerde gewoon qua positionering dat wel op te vangen. Waarom zijn je, je vertrokken bij Zulte? Um, ik heb daar vier of vijf jaar in gespeeld, denk ik. Dus uh, ja... Het was goed geweest. en Ik, had ook, uh, ik was toen ook bij gaan studeren. Uh, mijn eerste jaar, uh, bachelor, kon ik alles goed combineren. En dan zei ik van oké, okay, het lukt. Ik heb je naar examens ik weet hoe dat het hoger werkt. Um, dan heb ik ook mijn rijbewijs gehaald, want ik wou mijn ouders dat niet aandoen om, uh, om een uur te moeten rijden. Dus uh, ja, de volgende stap was dan onderlegd En dan waart je er wel al mee bezig? Het zit erin om prof te worden? Of nog nee, totaal niet? niet. Totaal niet. Zelf. Ik kan je zullen mee houden en uh, Als dat contract er aanlegd, nog... was dat dan al een semi-prof, of ook niet? Goeie vraag, ik denk van niet. Er was wel al zo tekenhaalt en zo, dus dat bestond wel al. Ik denk dat ik pas semi-prof ben geworden in standaard, maar ik ben niet zeker. Um, maar ja, het tekenhaalt was wel al iets dat dat bij waar te voor wat een pak minder was. Ja. In dat eerste seizoen wel echt meteen tien doelpunten. Altijd ja, echt zeker. meteen tien dat vond ik nu echt niet om over naar huis te schrijven. Wat ook heel, wat eigenlijk een heel goede ploeg. Maar er ja, werd weinig... spelers die tien dopen te maken. <laughs> <per> seizoen, <hè? laughs> um, maar het uh, was heel moeilijk. We hadden een heel goede ploeg en er werd weinig uitgehaald En we moesten zelfs vechten, omdat toen de eerste vier in de competitie of zo mochten dan vanaf januari eh, tegen de eerste vier van Holland spelen. Ja. Dat was het eerste jaar in de winning. Dus we hebben echt uh, ja, moeten vechten om bij de eerste vier te zijn. Um, en dan, uh, maar. Ja, Anderlecht was toen nog niet Anderlecht van nu en um, ja, ik vond het eigenlijk echt niet, niet goed dat dat daar werd geregeld en dan ben ik maar vertrokken. Zeg je altijd zo streng voor jezelf? Ja. ja, daarom dat ik denk dat, ik heb vroeger ook getennist en ik denk moest ik toen in een individuele sport gerold zijn dat, dat ik dat mentaal misschien niet aan kunt zou hebben omdat ik gewoon, ja, ja, ik ben echt heel kritisch voor mezelf, maar ook voor andere spelers en daarom is het, ja, leidt dat soms tot discussies, maar ik denk dat ze wel weten uh, dat het gewoon in ploegbelang is, um, maar ja, ik ben heel kritisch. Had je dan spijt van je transfer toen, naar Anderlecht? Ja, in zekere zin wel, want ik vond dat ik niets bijleerde. Um, en ik had er ook gewoon meer van verwacht, dan Anderlecht is had al altijd de naam. Um, dus ja, ik ben nog overtrokken. Hm. Dat <laughs> dat wel, jij, je kunt dat zo sec vertellen, maar inderdaad, je zei wel hard, alleen voor jezelf, en zo'n extreme winnaarsmentaliteit of zo. Ik, ik, weet ik ga het niet. verliezen. Zelfs ja, je... op training. en alles eigenlijk. Ja, als je zegt tien goals, je, je allez, eerste stappen bij een grotere ploeg. En je vindt dat niet genoeg. Terwijl er heel veel mensen super gelukkig mee zijn. Ja, dat kan. Als Ze zien wat je ambitie is, denk ik. Maar. Um dat is hetzelfde als ik dan in cities speelde bijvoorbeeld. Als ik zei dat ik meer wou spelen, dan wou ik dan niet zeggen dat ik daarom meer op de bank zat dan dat ik speelde. Ik speelde misschien 60, 65% van de wedstrijden en iemand zou daar blij mee zijn, maar ik wil gewoon 100% spelen. En, um, daarom is misschien ook de misperceptie van de mensen dat ze zeggen: van, Ah, ze heeft niet veel gespeeld in het buitenland. Nee, dat is totaal geen waar, maar ik zei gewoon dat ik nog meer wou spelen. Jij zei dat zelf. Het is ik te zei weinig. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Je gaat dan van Anderknap naar standaard. Was dat toen ook al een gevoelige transfer? Of nee, het, graag, omdat dan minder? het leefde toen ook niet echt. Ik denk dat toen dat ik vorig jaar terug in, stand, in Anderlecht tekende, dat, dat het toen veel meer leefde bij de supporters. Maar toen was dat totaal geen, uh, ja, geen, 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 geen groot verhaal of zo. Ik ging gewoon naar standaard. Dat was toen de beste ploeg in België. Um, was die beter dan het Anderlecht van nu? Uh, ik denk dat we zeker even waar gingen zijn. Ja, want we ook wel Hollandse speelsters en zo, en want echt een goed niveau. En ja, we zijn dan ook Benelli-kampioen geworden. Uh, we speelden ook echt heel gemakkelijk in februari, maart al kampioen in België. Dus uh, ja, we waren wel echt, wel echt goed. Okay, gaan we daar speelsters van kennen? Ja, Cecile Dusjani heeft daar nog bij gespeeld. Julie Biesman speelde toen mee, Venetile Werissa. Uh, Audrey de Moustier, uh, Moot Coutureel speelde daar ook. Davina Viltje speelde daar ook. Dus uh, wat echt een heel goed ploeg. Ja, als je toen de binnenliga won, waar toen eigenlijk nog ook alle speelsters in speelden die dan Europees kampioen werden met Nederland, ja, dan weet je wel dat dat niveau van die binnenliga om die dan te winnen, dat dat wel Allee, dat lijkt mij hoger te liggen dan nu de Belgische competitie alleen. Ja, ja. de Binnenliga was, was sowieso ja. een hoger niveau. Ja. En toen, toen was dat ook geweten, hè, dat standaard, die hadden alle beste speelsters, hè, dat was toch wel alle, allee, die ja. hebben ook vier keer op rij kampioen, denk ik, en dan de Beneliga erbij gewonnen, die domineerden het vrouwenvoetbal. Ja, ja. en ja, we mochten toen ook op de academie blijven slapen ja. zoals als dat nodig was, en we kregen naar eten, en dat was, dat was ongezien in die tijd in België. Hm. En dan, na de Beneliga-winst, tijd om België te verlaten. Ja, mijn studies waren gedaan, en ik had dan vier maanden stage gedaan in Leuven. Om te kunnen combineren, omdat ik dan uh, bij standaard speelde. Maar die combinatie dat ging echt niet. Uh, ik kon mij geen 100% geven op mijn werk, omdat ik nog moe was van de training, s'avonds. En als ik moe op training van, van, van het werken overdag. Dus dan zei ik van ja, dat gaat niet. Gelukkig kwamen dan inderdaad ook de buitenlandse ploegen. En had ik toen ook een makelaar, en dan is dat redelijk snel beslist geweest. Dezelfde makelaar als nu? Of? Nog altijd. Oké. Okay. Ja. En waarom Wolfsburg? Uh, Duitsland was toen de beste uh, Europese competitie. Um, nu zou ik misschien Engeland zeggen, maar toen was dat echt Duitsland met, met ploenen als Wolfsburg, Bayern die er echt wat bovenuit staken nog altijd. Um, en um, ja, ja, dat was nog altijd op, 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 op rijbare afstand, of hoe zeg je dat? Dat was 6 uur rijden of zo. Dus, uh... Ik heb Kevin een paar keer gaan bezoeken in Wolfsburg, Rijbare afstand, <laughs> <laughs> dat is toch wel een serieus eindje. Ja, als ik twee dagen vrij had, dan kwam ik sowieso naar huis. Dus dat was, uh, Ik ben een paar keer uh, bijna in slapen gevallen in mijn auto. Dat was wel uh, ja, riskant, maar ja, zoals ik zei, voor mij is dat belangrijk om nu en dan uh, thuis te zijn. Dus, um, maar het probleem is dan, als je twee dagen vrij kreeg, krijgt, is dat van de club uit zijnde de bedoeling dat je dan rust, omdat je waarschijnlijk een lastige periode had hebt of ingaat. En dan, ja, ga je naar België en probeer je iedereen te zien en zo weinig mogelijk te slapen om alles te kunnen doen. En dus de combinatie was wel uh, lastig. Worden je daar niet. alleen in Duitsland? Of ja, ik woon alleen, ik woon echt wel mijn privacy en ik ben ook graag alleen soms. En um, team en kunnen wel uw vrienden zijn, wat zijn nog altijd soms ook u ja, ergens een beetje concurrent natuurlijk. Um, dus voor mij was het echt wel belangrijk, ook als ik dan bezoek, had, we ook gewoon dat ik, uh, ja, dat ik daar uh, mijn privacy voor had. Is dat dan het Volkswagen Concern dat daar ook in de vrouwenvoetbal investeerde? Ja. Uh, we hebben ook een keer zo'n bedrijfsbezoek gedaan. Dat was ook uh, super interessant. En ook om de zes maanden moesten we online. Dan, uh, we hadden de keuze tussen een paar auto's en dan moesten we die volledig samenstellen. En om de zes maanden nice. kregen we dan een nieuwe Volkswagen. <laughs> dat moet toch, dat moet toch <laughs> wel leuk zijn eigenlijk, als je zo'n sponsor hebt. Om oh, er zoveel ja. maanden een keer op de site gaan kijken. Oh, ja, dat wil ik ook. Dat wil je. Wil je geen wagensponsor fixen voor ja. me? Dat is je volgende opdracht als onze manager. Eerst je haar blond. Daar ga ik voor. Het was wel een moedige stap toen naar Wolfsburg. Ze ja. hadden net de Champions League gewonnen. Ja. Finale gespeeld zeker. Gewonnen ook? Ja. Gewonnen, ja. Top, uh, okay. top in Europa. Hè. Ja. ja. Uh, Moedig, ja. Sowieso. Maar maar ik je zou ik... denken, zeker in het zou je denken, nu een toptalent in België, ga niet meteen naar de Champions League winnen, maar doe een tussenstap. Maar dat is het vrouwenvoetbal dan minder. Of jij dacht zelf van... Ik dacht, ik, ik zie wel waar dat ik raak. En uh, ik ben ook vol vertrouwen naar Wolfsburg gegaan. ik denk dat ik in de voorbereiding 35 doelpunten dat of zo. Dus ik dacht ook van. In de oei. voorbereiding? Ja, in de voorbereiding. Hoe <laughs> <laughs> maak dat je wel 35 doelpunten? Ik weet niet hoeveel maar je nou al een stuk of twee. Maar ja, in zo'n zo voorbereiding spelen ze tegen vierde provincialers, hè? Niet altijd, ah. maar, <laughs> uh... maar <wat> soms. <laughs> <laughs> maar ja, met Wolves als je dan tegen een ploeg die, die wat minder goed is, dan maak je. Er waren maar wedstrijden met 12-0, maar um, dan dacht ik ook van, oei, is is tijger of zo? Zal maar dan uh, kwamen de Duitse speelsters ook terug van het was toen WK, Olympische Spelen, ik weet het niet meer. En dan zag je echt wel het niveau omhoog gaan. Maar de eerste wedstrijd had ik ook direct gescoord. Dus ja, ik zat echt in mijn vertrouwen. Maar dan, uh, ja, dan is het een beetje de lelijke kant van het voetbal, denk ik. En dan kwam er een speelster waar dat ze heel veel geld voor betaald hadden. Uh, via een transfer. Uh, dat was toen uh, Ramon en Bachman van Zwitserland. Ja. Dus ja, dan had ik uh, ja, de pech dat hij op mijn positie speelde. En dan werd ik gewoon. Zonder uitleg op de bank gezet. En dan uh, was dat wel frustrerend. Hoe ga je daar dan mee om? Want je wacht tot dan altijd het beste van de ploeg. <laughs> Veel Wenen? Ja, toch wel. Omdat okay. ja, ik had nog nooit op de bank gezeten. En ik had zoiets van: allee, dat is hier echt oneerlijk. Ik ben even goed en ik moet hier gewoon op de bank zijn. En ik heb dan ook uitleg gevraagd aan, uh, ja, aan mijn coach. Maar ja, dan is dat de Duitse mentaliteit. En dan zegt hij gewoon: van, ja, waarom denk je dat je moet spelen? Er zijn er betere. En dan is het zo van: oké, okay, ik toon het dan wel op training. En, um, dus het eerste seizoen was heel moeilijk. Um, ik heb wel mijn hoogtepunt geëindigd in een Champions League finale, dat ik dan ingevallen ben en um, assist te geven. En dan wou ik eigenlijk zelfs uitgeleend worden of weg, omdat ik zei van ja, als jullie mij niet appreciëren en mij ja. maar gewoon op de bank zetten. Kijk eens wat kan in de Champions League finale. Ja, voilà. Um, dus dan zijn we teruggekeerd van de Champions League finale en dan ben ik naar de coach geweest om te zeggen: van Kijk, uh, kunnen we nog samen zitten voor volgend seizoen? Want ik weet nog niet wat ik wil of zo. Is er een mogelijkheid, want ik had twee jaar contract. Maar dan zei hij direct: uh, Nee, nee, blijf bij ons. Uh, dus dat was case closed. Dus ik dacht van oké, okay, hij heeft toch wel uh, vertrouwen in mij, dus we zijn zien een seizoen. En dan het tweede seizoen heb ik echt wel veel gespeeld. Hm. Is dat de grootste teleurstelling, die twee verloren Champions League finales op opleiden? Ja, misschien wel. Ja, het had wel leuk geweest als ik één gewonnen had, maar het is ook niet om te zeggen dat ik daarvan wakker lig en zeg van, oh, uh, het zou een droom zijn om dat ook nog een keer te winnen, maar is dat niet, dan lig ik daar uh, inderdaad niet van wakker. Maar die eerste was op penalties. ja hij had, de coach had toen gevraagd aan mij om een penalty te geven, omdat hij ook zei: van ja, het super goed ingevallen. zit in de match. Maar Kunt je dat goed? Ja, nu kan ik dat wel goed. Toen was ik daar nog totaal niet in gespecialiseerd, of hoe zeg je dat? Dus uh, ik had daar ook geen vertrouwen in. En ja, dat stadion zat echt bomvol. Dus uh, ik had zoiets van. Ik laat dat over aan de ervarenen, maar achteraf gezien had ik misschien toch beter ingenomen, want uh, ja, zij hebben me gemist. Ja, hoeveel keer kom je in, de, in die finale? Allee, je hebt hem al twee keer mogen spelen, maar alleen lijkt me wel het hoogst haalbare. Toen leek mij dat ja. echt evident, want ik dacht van oké, okay, volgend jaar... Tuurlijk is dat het hoogst haalbare, de finale van de Champions League. <laughs> ik wou zeggen WK-finale, maar ah, okay. ja, dat is <laughs> dan is er nog wel werk. <laughs> Terwijl ja. met Wolfsburg, ja, ik ken, je speelt die finale twee keer op rij. Als het dan op penalties komt, lijkt me dat toch wel... De, de grootste wedstrijd in je Ik denk dat we zelfs het tweede jaar geen finale gespeeld hebben. En het derde jaar terug wel bij ah, Wolfsburg. dat kan, ja. Ja, en was dan hebben we verloren groot... in de verlenging. En we stonden ah, voor zelfs. Ja. Dus dat was ook Oef, weer zo'n voorgestaan. Oh, ja. ja. Dat lijkt me toch de, groot, de grootste wedstrijd uit je carrière. Ja. Of, ja. Ja, dat was wel leuk. Maar uh, de laatste finale was ik zelfs... Dat was... Ik weet het niet, maar dat we toen gespeeld hebben. Mm, ja, ik weet het niet meer. Maar ik was altijd mijn paspoort vergeten. Dus uh, ja, gelukkig zijn, ja, ben ik via mijn Belgisch paspoort, maar ik had mijn internationaal nodig. En, uh, dus ja, we trainden nog en dan moesten we naar de luchthaven, omdat we dan twee dagen later of zo de finale speelden. Dus ik ging er gewoon vanuit van, ah, ik heb mijn paspoort mee. En dan zo, ah ja, maar waar is internationaal? Dus we hadden dan nog lunch na de training en dan ja, snel naar, uh, naar mijn huis gereden in Wolfsburg. Ja, mama gebeld van, ja, weet jij waar mijn paspoort ligt? Ah ja, maar dat ligt hier thuis. Ik hey, hey. zei, ja, oei, uh, ja, mijn bang hard terug naar Wolfsburg gereden. We waren dus natuurlijk niet blij mee. Maar dan ben ik toch binnen geraakt via, met mijn Belgisch paspoort, maar ja, een serieuze boete had achteraf. Is het dan tranen ook? Uh, heb ik geweend. Stel je voor, jongen, dat je dat land niet binnenboogt. Het was binnen meer zo <laughs> ja, wat, <laughs> wat schaamte of zo. Ja, snap ik. Maar dan uh, want dat ze, komt, ja. ja, het komt echt over dat je er dan niet mee ja. bezig bent, terwijl ja. ik was er echt wel mee ja, ja, bezig stoppen. en gewoon gedacht van ja, ik ga wel binnen dus, uh, Maar uiteindelijk heb ik dan de tweede helft gespeeld, want ik denk zelfs als ik die wedstrijd denk ik, begon, begonnen, maar dat de coach gewoon uh, ja, was. koppig was of zo. En, ja. Ik snap dat ergens wel. Ja, maar uh, jij dan pikken van een Nee, van een maar team niet of? voor een Champions League finale. dan stelt je je beste elf op. Dat vind ik ook. Ik had, ja, ik, maar we ik vinden er... elkaar hier vandaag. Hè? <laughs> hey. Girl power, hè? Nee, oké. Okay. Uh, drie mooie jaren dan Wolfsburg, zeg maar. Waarom Zeker. dan niet gebleven? Omdat ik alles zo had in Duitsland. En ja, ik had het een beetje gezien en ik dacht van. Engeland was, werd, hij was toen echt aan het groeien met Arsenal, met Chelsea, met City en dat sprak mij wel aan. En uh, ja, daar is een, een jaar over gaan over die transfer naar City. Dus um, het jammer is dan wel natuurlijk als je zegt in Wolfsburg: van, ik vertrek volgend seizoen, ja, dan tel je niet meer mee. Dus. Uh, vanaf januari zat ik daar dan ook op de bank. Hm. Dus dat was wel jammer. Want ik vind, vind dan nog altijd niet iets juist of zo, uh, dat je dan gewoon aan de bank verband wordt, omdat je het seizoen daarna precies of dat je dan niet meer zou inzetten, of, of het zou je minder kunt schelen. Maar je wilt nog altijd een schoonheid afsluiten en dat was dan wel niet het geval, natuurlijk. Hm. Klopt dat je zelf aan je manager gevraagd hebt om met City te spreken? Ja, dat was de enige ploeg dat ik naartoe wou in Engeland. En gelukkig. Uh, ja, stond hij daar ook voor open en dan is dat ook, uh, ja, ik ga niet zeggen redelijk snel, want daar is een jaar over gegaan, maar dat is wel uh, uiteindelijk uh, gemakkelijk beslist geweest. Dat hoorde ja, toch niet vaak, nee? Waarom dan zit hij ook? Omdat die, ja, die kwamen echt op en die waren aan het investeren en die was ook zo'n one family verhaal en man en, en vrouw gelijk en um, die infrastructuur was daar ook top, dat was echt nice. Dus um, ja, dat sprak mij wel aan. Is dat dezelfde infrastructuur als bij de mannen dan? Ja, eigenlijk wel. Alhoewel, die infrastructuur is eigenlijk. Dus te bouwen is in een ronde. En daar rond liggen de, de velden. Daar liggen echt 16 velden of zo. Hm. Allemaal super gewoon onderhouden. Um, en dan de twee. Het stadion van de vrouwen en van de man liggen ook naast elkaar. Dus dat is allemaal op één site eigenlijk. En um, elke eigen kleedkamer. Ja, alles dat je maar kunt tanken kun je. Ja, kun je daar hebben, maar natuurlijk wij zagen we ook niet veel de man. Omdat hij de ene helft van de cirkel had, en wij aan de jeugd aan de, de andere helft. Ik kwam net vragen, zag je dan Kevin de Bruyne, Vincent Company zat dat toen? Ook? Uh, als ze aan trein waren of Company, als hij, dan, als hij dan los van de ploeg. Um, want die was toen ook al redelijk. Ja, veel, redelijk veel geblesseerd. Als hij dan een behandeling had of zo, dan zag, zag ik die wel. Maar bijvoorbeeld, als, als Kevin de dag voor een wedstrijd training had, dan moesten wij wel Hans rond het gebouw, omdat we die training niet mochten zien. Omdat we de opstelling ah, zouden doorbetalen ja. of zo. Zalig. <laughs> ja, dus ja, dat was dan wel weer zoiets van: ja, oké. Okay. Dus zo verbroederd is dat dan wel totaal niet? Ja, ja, weinig nee. vertrouwen ook, ja. Nee. ja Je hebt ook ja. niet one-club gevoel. Als dan, oh nee, want je gaat dan de tegenstander van de mannen... Ja, doen. voilà, want zij hadden, zij hadden ook in hun helft van de ja. infrastructuur zij een cryo-kamer. Dat is zo'n een, een heel koude kamer. En die mochten wij enkel gebruiken als zij er niet waren. Dus um, ja, one family in één opzicht wel, in het andere dan weer niet. Ik vind het ja. wel zalig dat je zo als speelster kan zeggen: naar welke ploeg wil ik? Wow, mijn City. En dan tegen je manager, belt die een keer, want ik zou er wel eens naartoe willen gaan. <laughs> en dat dat dan nog lukt. Allee, ik wil dat ook wel eens proberen. Maar dat is toch onwaarschijnlijk dat hij dat dan ja, ook. Ik nog weet, zeggen, ik nou, weet dat, ik, ik heb in de Bruine kan dat nu toch ook. Ah, ja, voilà, als je dan dat niveau dat, hebt, ja. denk ik dat, dat de deuren wel open gaan. Dat lijkt me een goed gevoel. Dat je zelf kunt kiezen. Dat jij mag je gaat. naar een andere podcast. zie uh, Shotcast, hallo. Uh, bij je basisdebut scoort je meteen twee keer. Maar ze hebben mij wel verteld dat dat was een moeilijk moment voor u. Ja, uh, dus toen vriend... alles op rolletjes ging, of leek te gaan. Ja, dus dat gaat eigenlijk terug. De week voordat ik vertrok naar Wolfsburg, ben ik nog de hele week uit geweest, omdat ik dacht, ja, ik ga dat, ik ga dat echt niet meer kunnen doen, of voor lange tijd niet meer kunnen doen. En dan heb ik mijn vriend leren kennen. Uh, maar die studeerde toen nog, dus wat afgesproken van, oké, okay, als mijn verhaal bij Wolfsburg ten einde is, ga je mee naar Engeland en daar zoek je dan werk en probeer om onze weg te vinden met twee. Uh, maar dat is een beetje mislukt, omdat dat voor hem ook heel moeilijk was daar, om, om werk te vinden. En hij voetbalt zelf ook nog, dus dan moest hij ook nog een voetbalclub vinden, en dat was allemaal niet zo vanzelfsprekend. En dan de avond Voordat, ja, voordat we tegen Leicester speelden zei hij van kijk, ik ben echt ongelukkig, ik ga terug naar België. Er is er eigenlijk niets meer dat je er kunt aan doen. Um, dus ja dat, was, uh, ja, dat was even slikken. Want dat was, was de avond voor de match? Ja. Maar dan kun je dat wel goed afzetten tijdens de match. Ja, en de keer dat ik op het veld stap is het wel uh, alles op het voetbal en dan trek ik mij van weinig iets aan en dan is het gewoon ja, winnen en zo goed mogelijk presteren. Dus gelukkig is dat dan ook gelukt. Maar uh, ja, dat was wel even uh, bijna een breekpunt. Hm. En van de relatie dan, niet van de transfer. En hoe is dat dan verder gaan? Apart blijven wonen? Ja, dan denk ik, ik moet nu uitmaken van oké, okay, en, en hij ook, van wat willen we? Ja, blijven we samen? We... Ja, waar willen we naartoe? Want ik had mijn, mijn toekomst in het buitenland niet zo voorgesteld. Ik dacht, oké, okay, een keer dat hij bij mij komt, ga ik nog heel lang in het buitenland spelen. Ja, ja. Ik ga ook niet ontkennen, dat moest, uh, moest hij daar gebleven zijn, dat ik nu nog in het buitenland zat, waarschijnlijk wel. Uh, maar kijk, het is nu zo en uh, we zijn nog altijd samen. Dat is eigenlijk, dat, is, dat zijn zo'n discussies of problemen die je bij de mannen omdat als je als man naar het buitenland gaat, verdient je zoveel. Dat, nou, daar zegt je al geen nee, Dat nee, daar wordt niet hebt. over gesproken, nee, denk die vrouw ik. Gaat, dus... Ja, Ik denk dat daar ook wel over gesproken nee. wordt, want een ja, vrouw gaat wel. Maar niet, in de, ja, niet op het niveau van een transfer. Niet op het niveau van ik ga, ga niet mee. Ja. Nee, nee. Ja, bij ons is het gewoon zo. En, uh, maar uiteindelijk is denk ik Carrasco ook in het buitenland even uit elkaar met, met zijn vriendin. Ja, ja. Dus uh, ik denk dat zij ook wel voor sommige problemen staan. Maar ja, ik kon hem meegenomen hebben en hij, hij moest ook niet gewerkt hebben. Dat, dat was zeker niet het geval. Maar het is nog altijd een man en, en hij is de vrouw. En hij wil ook iets van zichzelf. En ik zou ook zo zijn. Dus ik snap dat dat gewoon een moeilijk verhaal was. Hm. Ja, alleen. Heel veel die trekken dan naar China en zo. Ik vermoed dat dat binnen de. Familie is dan ook wel hetzelfde zal zijn, maar inderdaad, er wordt altijd ergens verwacht dat, dat de vrouw gewoon meegaat en dat dat geen enkel probleem is. Dat is mm -hmm. toch? Ja, omdat het over zo'n aanzienlijke sommen ja, gaat. Die maar, kunnen daar, als je China, als je daar twee jaar gaat, dus, moet niemand nog werken van okay, de ja, twee ook. Als het, dus denk dat daar, ja. Ja. als het over veel geld gaat, dan moet je maar zwijgen. Nee, ja. dat heb ik ook niet gezegd. Ik <laughs> denk <Ja. laughs> dat dat gewoon gemakkelijker is. Ja. Ja. Maar er, er zijn nog gro grote verschillen tussen, tussen mannelijke en vrouwelijke voetballers zelf. Als het gaat over een familie stichten, bijvoorbeeld, wordt er van vrouwelijke voetballers ja, veel meer opofferingen gevraagd. Want je kan niet zomaar aan een zwangerschap beginnen als profvoetbalster, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal verschillen tussen mannen en vrouwen waar daar misschien te weinig bij stilstaan. Is dat iets waar je al over hebt nagedacht? Ja, voor mij hoeft dat voorlopig eigenlijk niet. Dat zegt mij niets. Dus ik ja. zeg nooit, nooit. Maar gelukkig bij hem ook niet, want anders hadden we een probleem natuurlijk. Maar... Nee, het is nog, we hebben nog zodanig veel te doen. En ja, we hebben nog vijf jaar op afstand geleefd. Dus nu begint onze relatie ergens, maar okay. pas dat we echt dingen kunnen doen samen. En ja, alhoewel dat we nog niet veel dingen kunnen doen, want het is nog altijd heel druk, maar we zien elkaar toch wel veel meer dan vroeger. Oké, okay. uh, de Red Flames. Je hebt de wederopstelling van de Red Flames helemaal meegemaakt. Wat moet je ons dan bij voorstellen? Wat is er allemaal veranderd? Um... Ja, alles. Of hoe eigenlijk. was het helemaal daarvoor? Want hoe het nu is, kunnen we ons wel al iets bij voorstellen? Uh, Wij zijn gestart in een stadion in Dessel, denk ik, voor 700 man. En ja, zoals ik zei, dat was ook niet op tv. Dessel, van toen, alle plaatsen. Uh, we speelden toen met Boerda, denk ik. Ook uh, ja, grote kledij. Uh, onze staf was ook heel weinig. Um, ja, noem maar op. Hm. Wat heeft de er daarin veranderd? Nee, bijna alles, denk ik. Ik denk dat... Ja, dat wij echt een niet te missen figuur zijn en dat wij ook veel aan hem te danken hebben. En hij startte toen dat, of omgekeerd, ik startte toen dat hij daar was en direct vertrouwen gekregen. En ik denk dat we allebei uh, ja, heel veel gegroeid en meegemaakt hebben op onze eigen manier binnen, uh, binnen het nationale team. We zijn ook van naam veranderd. Vroeger noemden we de Rode Duivelinnen. Uh, oh, vreselijk. In, ja, inderdaad. Dat... Ja. goede namens veranderen. Ja, <laughs> absoluut. Rode Duivelinnen. Mei, dat herinner ik mij zelfs niet meer. Nee, ik ook niet. Nee. <laughs> ja, Zeer succesvolle Maar zo. ik herinner mij ook geen Red Flames zonder Yves Cernels. Is er ooit een andere bondscoach geweest? Of Tessa Tessa echt. Ja ook. Ja, ja Anoue was vroeger. dat dus ah, was ja. ook wel een grote ja, wel. naam. Die naam zegt me Ja, niet. Want ik herinner me nog als ik 15 of 16 was, uh, mocht ik een keer gaan meetrainen bij de A-ploeg. Ik wist ook niet dat dat bestond, de A-ploeg. Ik had die nog nooit gezien. Maar ja, die kwamen ook <laughs> nooit op tv of zo. Dus soms was eerder wij, als we training hadden met de jeugd en dan vroeg ik van ah, wie wie ah, dat is de A-ploeg. Zo, ah ja, oké, okay, uh, ken daar ook niemand van. En dan trainde ik mee en dat was toen wel in Tubikke. En uh, ja, dat niveau was ook. Ja, ook harmen voor hen, maar dat, dat niveau was ook gewoon niet zo goed. Um, dus als 15-jarige dacht ik van: ah, roep mij maar op, want dat ga je wel. Maar <laughs> ze, wilden dan, ze wilden mij dan ook niet verbranden, dus dat was ik ook weer ja, niet zo. Ja, dat was wel jammer dat ze mij toen niet mee wilden nemen, maar dan was ik blij op mijn zeventiende dat ik wel mocht aansluiten bij, bij FCNS. Hmm. Staag achter zijn nieuwe strengere selectieprocedure, Strenger we het ook niet noemen, want het is al een paar jaar dat we zo, dat we zo beoordeeld worden, dus het, is niet het dat komt al... wel nu meer naar buiten. Dus er is meer om te doen. Ja, zeg maar. er is meer Ze om zijn te, zijn te doen. Zijn misschien grotere namen die het niet halen daardoor. Um, het vraagt opoffering, zoals ik zei, en iedereen moet mee in het verhaal als we willen groeien. En, um... Ja, het vraagt nu eenmaal een, een, een opoffering en een inspanning. En ik denk, uh, ja, als je daar niet in kan of wil meedenken, dan moet je niet bij de Flames aansluiten. Maar het was wel heel opvallend dat het de laatste maanden uh, zo in de media komt, want dat lijkt me voor, voor de Red Flames aan zich niet leuk. Nee, het was niet leuk en ik dat denk voor onze staf ook niet. Die ruzies. Ik denk dat we gewoon naar een, een professionele omgeving toegroeien op alle niveaus en we, we vragen ook heel veel ondersteuning van de, van de KBVB dus dan moeten wij ook iets teruggeven, denk ik. En dat is in de vorm van opoffering naar van resultaten en iedereen moet daar gewoon in meedenken. Hm. Het is niet dat dat, dat voor ruzie zorgt binnen de ploeg. Of dat nee. jullie met een soort verdeeldheid naar dat DK moeten. Oh nee, totaal niet. Nee, Iedereen is akkoord met die, ja, met die maatstaf en, uh, en we proberen daar alles voor te doen. Want uw kiepster van bij Anderlecht mist zo wel een belangrijk toernooi naar leven. Ja, manier. dat is haar keuze geweest. Ik had ook gezegd: van, kom aan, uh, ga toch mee naar TK, want het is een heel goede kiepster en we hebben ze nodig. Dus het is heel jammer dat ze. Uh, dat niet meer zag zitten, maar dat is, dat is haar beslissing. En ik denk dat iedereen dat moet beslissen voor zichzelf. Het is niet kwaad op u dat jij zegt: jij moet, mij, jij moet mij steunen in die strijd tegen die selectieprocedure. Nee, nee, nee. Ik denk dat die selectieprocedure aanvaardbaar is voor iedereen binnen de eigen normen. En uh, dat we daar gewoon moeten naartoe groeien, want anders blijven we stilstaan. Oké. Okay. Wat mogen we verwachten deze zomer? Um, ik hoop dat we het beter gaan doen dan in 2017. Het was toen. Ja, ik kan niet zeggen. Het was niet mislukt. We hadden ons voor de eerste keer geplaatst. Maar ik denk dat we gewoon onze, um, onze poelenfase in de eerste wedstrijd een beetje verloren hebben door, door de stress. Dus ik denk dat ik hoop toch dat dat nu uh, niet meer het geval zal zijn. En de eerste wedstrijd is sowieso van moeten winnen, want het is tegen IJsland. Frankrijk wordt heel moeilijk. En dan uh, Italië hebben we al een keer gewonnen, een keer verloren. Dus dat, zal ook, uh, dat is ook een ploeg die niet altijd zelf het spel maakt. Dus uh, ja, we weten wat we kunnen verwachten. En uh, de laatste wedstrijd zal misschien wel alles bepaald zijn. Het is ook in Manchester. Dus voor mij is het een beetje thuiskomen. Het is wel uh, in de het kleinste stadion. stadion, denk ik, van alle, van alle stadions die, uh, ja, die voor het EK uitgeroepen zijn. Dus dat is misschien wel jammer, want het is al uitverkocht. En ik heb wel nog mensen die zouden willen komen. Dus... Het is nu al allemaal uitverkocht. Maar, ja, maar ik, ik ben daar wel eens het dat, wel, dat is wel een mooi stadion. Ja, dat is mooi, maar ik denk. Ik denk misschien voor een EK is te klein, zien dat, ja, dat nu al uitverkocht is. Ik ja. denk dat 4.000, 5.000 mensen, dus op zich is dat niet en veel. zeker, ze hebben daar wel een grote stadion. stadions. Ja. ja, stadion, stadion. Ja. Ja. Ja, ik zag dat er één wedstrijd ook in het stadion van Rotterdam. was. Dat is dan al iets groter, maar het is niet, nou ja, het, is niet het echte stadion van Manchester City. Omdat ja. het EK samenvalt met de competitie daar van de mannenploegen. Ja? Is dat? Nee. Ja. Dus in juli, ik denk dat de man dat nog niet Ja, ik weet niet dat ze die stadions vrij moeten houden voor het gras en ja, zo. Ga maar een shotkast. <laughs> ja, maar er moet toch een reden zijn waarom jullie Maar ik denk dat je gewoon een beetje tegen moet zoeken tussen ja, een, een stadion... Een vol. No ja, voilà. ja. Ah, ja, het is Ja, Het is natuurlijk gezelliger om dan een vol stadion van maar 5000, dan een stadion zoals de uh, Etihad. En dat is wel echt, dat is echt een mooi stadion, hè? Het is niet groot, maar, ja, maar dat is wel modern. Ik dacht dat, is... dat het wel 10.000 was. Ik ook wel. Ja, nee, het is iets, minder. komen jullie kijken. Ja, het is uitverkocht. Ja, dat is de match dan. Ja, dat is goed. Dan hey, spelen jullie ook eens ja. mee op Wembley. Als, jij, als dat... je kaarten regelt. Uh, ja, als we die finale spelen, spelen we op Wembley. Voilà. Ja. Nee, maar... Dan komen we. <laughs> ja, dat is goed. <laughs> <laughs> maar vorige keer hebben jullie gewonnen van Noorwegen, wat toch een echt uh, ja. land is. Dus als jullie nu weer het kunnen stunten. Ze zijn al eens wereldkampioen geweest. Ja, dus. dan... Ja, hey, maar die is ook toen echt in een dip. Ik denk dat hij nu, ja, dat is het doel, ja, maar ja. het zal niet makkelijk zijn. Geen enkele poel is makkelijk. En ja, ik zei het, jullie verenigen altijd tegen een professionele ja, speelsterspelen. Ja, ja. Maar we doen ons best en we zijn liever ja, iets anders. Dat is goed. En het is ook altijd een ideaal moment voor, uh, voor die jonge Red Flames te, te voelen waar, ja, waar moeten we nog in groeien, hoe zit het niveau internationaal. Dat is, dat is wel altijd op zo'n toernooi dat je pas merkt van oh. Dit is het, of yes, ik kan het aan. Dus daar, daar kijk ik heel hard naar uit: van, zijn we sterker geworden dan vijf jaar geleden? Iedereen. Kijk daar naar uit, bedoel je. Ja, ja. ik. Ja, ik vraag het me af, ik ben zeer benieuwd. Ik vraag me ook af: weet jij veel over de andere landen? Uh, weet je daar wel echt alles over? Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> en als we ja, dan. Nee, niet maar in, dan... De, in, de, in de voorrondes voor het WK had ik we hier gevraagd aan een paar flames, en die zeiden wel dat dat moeilijker was. De obscure landen, dat ze daar niet ja, alle spelers kan. van wisten of hoe dat die gingen spelen. Ja, maar niet. ik denk, als er land is waar je niet veel van weet, dan is dat land gewoon nog niet zo. geëvolueerd. Dan zijn, zijn die krijgen. gewoon niet zo goed, denk ik dan. Hm. We, weten, ja, we weten alles van Noorwegen, Italië, IJsland, eh, noem maar op, Frankrijk. En als dat niet zo is, dan zal de, de scouting wel een werk doen. Voilà. Ik vind dat iets voor u eigenlijk. Wat? Coach of scout in het vrouwenvoetbal. Ja? Kunt je snel aan de top? Ja, misschien wel. En dat is een van de snelst groeiende sporten van de wereld. Dus dat is booming business. Misschien moeten wij alles laten vallen met MIT-MIT. Geen mannen, gasten. Meer ja, als we niet verlengen, dan doen we dat. We beginnen om naar het TK oh, te gaan. Zalig. Ja, Tessa, de Gouden Schoen. We moeten het erover hebben. Je hebt hem al drie keer gewonnen. Ja. Maar iedereen weet, het hadden er meer kunnen zijn. Ja, dan Zeker ik van de, van de laatste mening. keer. Wart je wel teleurgesteld daarover? Ja, maar zelfs de keer ervoor ook. Um, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ik terug naar België gekomen ben of zo. Ik weet het niet. Uh, ik weet de reden niet zo goed, maar. Um, ja, het is nu zo. Dus. Vind je dat uh, niet goed dat er ook andere speelsters die beloning krijgen? Want het, is, het verbreedt dus de meer, meer topspeelsters in België, meer speelsters in de aandacht. De Gouden Schoen zorgt voor aandacht ook bij andere speelsters, waardoor jullie met meer zijn die herkend worden door het grote publiek. Maar de, ja, de houten schoenen is er ineens heel gekomen om gewoon het wel onder aandacht te brengen, dat is waar. Maar het noemt nog altijd de beste speelster. Dus dan denk ik dat je gewoon naar de resultaten moet kijken. En, en voor mij had ik een heel goed seizoen gedraaid. En uh, het jaar ervoor ook. Maar ja, het is nog altijd de jury die stemt. En moeten ze het opsplitsen? Zoals bij de mannen? Dat kan, maar dan in het buitenland hebben wij natuurlijk ook niet zoveel speelsters als, als bij de man. Dus dan is het ook weer al een, een beperktere keuze. Maar misschien om de winnares. Om de ja, te vergelijking maken is misschien moeilijker. Ja, voilà, om de winnares België... te verantwoorden is misschien inderdaad beter om het op te splitsen dan dat dan gewoon makkelijker zijn. En je moet dat ook niet wegsteken, denk ik, dat er bij de stemmers op de gouden schoen ook een, een moeheid optreedt. Dat is gelijk Messi die zeven keer de gouden bal wint. Ik denk dat er aan heel veel mensen zeggen. Hij heeft hem wel nog altijd zeven keer gewonnen. Ik zal hem eens, aan iemand anders, ik zal eens op iemand anders stemmen. Snap je? Gewoon. Ik vraag me af welke Messi niet gekregen heeft door Messi-moeheid. Ja, dat weet dat, Nu, nu zet je mij helemaal vast. Maar snap wel wat ik bedoel? Ik denk niet dat dat is van: jij bent niet meer de beste van de competitie, maar eerder van. Nee, van ja, de competities. We zullen niet eens op iemand. Je weet dat toch? Dat Ze stemmen graag eens op iemand oh. anders. Ja, maar als speelster is dat frustrerend. Ja. En ik denk dat je nog altijd, als je niet gewonnen hebt, dat je er gewoon mocht vooruitkomen, dat je niet blij bent dat je niet gewonnen hebt. Dat is wel, wel uniek, ja. En dat is hetgeen dat veel mensen ja. niet snappen, maar dan denk ik van, ja, dan ben je geen topsporter of dan weet je niet het beste uit, je, uit jezelf, uit je carrière Maar hm. uh, Ja, het is ook een beetje gewoon een prijs geworden die, die maar wordt gestemd inderdaad en misschien moet ik er maar wel zoveel niet van aantrekken. Mocht je, dat sowieso al niet, maar mocht je als ex-winnaar ook stemmen of is dat niet zoals bij de mannen? Nee. Nee. Dan moeten ze misschien ook ah, al iets ja. veranderen. Als ex-speelster wel, dus er we zijn wel speelsters die nu niet meer voetballen, die wel mogen stemmen. Um, maar voor de rest, nee, dan heb ik nog niet mogen stemmen of zo. Okay. Ik zou echt altijd op mezelf stemmen, zelfs al ben ik niet de beste. <laughs> <Nee. laughs> Oké, okay, maar we gaan afspreken. Uh, dit weekend de beker winnen, dan heb je de dubbel gepakt. Scoren in de finale van TK, Dan kan niemand meer om u heen. Uh -huh. En dan is de Goudenschoen terug voor u. Mai. Is toch mooi? Dat zou uh, een fenomenaal jaar zijn. En wij, wij gaan straks met de QR-codes die trucjes leren. Van het boek ja, dat we moeten benieuwd. weggeven. Ja, ik denk dat dat goed Ik denk dat die trucjes op mijn niveau gaan zijn. Of zijn ze te moeilijk? Nee, dus er nee. zit wel wat basisen, dus ah, dat ja, oké, oké, basis in. Basis. De basis is goed. <laughs> ik kan net zeggen, basis is al moeilijk, denk ik. Tessa, ja. dikke merci om te komen. Een plezier. Uh, aan de fans die het boek willen winnen. We gaan dat weggeven op onze Instagram-pagina. Dus podcast Deze week gaan we daar zeker een postje over doen. Evert, jij nog iets te zeggen? Nee. Goed. Aan de kijkers en luisteraars, tot volgende week, dan hebben we... Ah, dat weten we nog niet. Spannend. We nemen drie afleveringen op volgende week, <laughs> maar we weten nog niet welke we gaan uitzenden. Een loterij. Dus we doen een soort modeshow, ik stel truien ja, voor... Ga je ze aandoen? Ja, nee jongen, hé. dan zijn we nu uur bezig. Ik stel een shirt voor, ik hou voor en jij zegt vet of niet. Ja, ik ben er klaar voor. Er zijn wel echt... Ik zie er wel echt een paar heel, heel vette tussen. Ja, maar die gaan we dus niet nemen. Hè. Hier, jongen, direct een winnaar. Oeh, oeh. Arsenal, wat is het? Eind jaren 90, Bergkamp, gesigneerde Kevin De Bruyne. Elke Belgische voetbalfan wil toch een gesigneerde Kevin De Bruyne? Maar wilde jij dat afgeven? Ja, dat, dat heb ik wel nog, maar hij is dan niet zo te cliché, dat hebben we honderd keer weggegeven. Ja, geen De Bruyne, valt af. niet hoe, jongen, je hebt hier precies de fanshop van Leicester overvallen. Ik bedoel <laughs> allez. Hoeveel Tielemans zijn daar? Tielemans, dat, ja? Tielemans, allemaal verschillende rugnummers. Ook allemaal gehandtekend. wel vet, hè? Ja, echt. Oh, Rashford niet, hè? Oeh! Hey, leuk toch? Hey, oh, collectors man. item, hè? Ja. Voor de menu menufans, een gesigneerd Andreas Pereira shirt. Dat is, dat is ja, ook een Braziliaans international, hè? Dat is crazy, hè? Ik moet zeggen, als ik op opzij mag hangen om later te kijken. Ja, ja. Jij moet het een beetje zeggen, hè? Ik denk dat ik al een heb toegegeven. Ja, hè? ik ga Benteke al ja. van voorhangen. Voilà. O, oh, gehandtekend door. Jan en Moussa. Jan en Moussa okay. blijven nog even. Ik ben wel blij, je werkt goed mee. Beter dan ja. tijdens de podcast. R Real Madrid, gehandtekend door... Luis Wacht. Figo. Para mi amigo... Luis Figo, is dat gehandtekend door Luis Figo? Dat meen S ik Champions niet. Champions League match worn. Barça van uh, Maradona. Dat is ook gesigneerd door Maradona. Dat meen ik niet. Dat is gesigneerd door Maradona, ja, echt waar. Dat is gehandtekend door Diego Armando Maradona ja. zelf. Geen grap ja dus dat is waarschijnlijk uw duurste shirt misschien dan mm, een replica die Figo is much worn joh. ja maar Maradona die kan geen aantekeningen meer zetten hè? nee dat is waar ja dus ook niet weggeven hevert Allee. gaan we hier over vallen worden eigenlijk zo na het droppen van deze video <laughs> dan hebben we de drie smertens uh, fancollectie <laughs> ik denk... ik heb denk ik van elk jaar één Er is één twee drie vier vijf zes zeven acht negen ja negen jaar en Pardon? dan nog een special team. dus je hebt 10 drie smerte shirts man 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 ik heb hier zelfs en dat is dat jij hem, Hij had hem zijn kast. die ik niet heb mogen bekijken gaat hem nog iets boven halen wat de... <laughs> en zijn helemaal getekend ja ja man, man toch en die dan allemaal voor goede doelen en zo kerkoffs ja ik wil geruststellen Mertens van Napoli als je hem dat wilt ja maar dat is ook weer hetzelfde als met de bruine toch kerkoffs zijn jij familie van ja ik kom dat is echt sorry. Niveau niet heel. Je nee, echt. mottige in Torino, maar wel ja. Gaat... Oh nee, sorry, er staan een stier op. Dat mag ik niet zeggen dat dat mottig is. Je handen dat Dennis Praat, maar het shirt is wel van vijf jaar voor hij bij Torino speelde ja, met alle respect op camera gaat dat dat niet goed zien, maar die aantekening ziet eruit alsof dat dat Fox die gezet heeft. Hè. Dat is echt een kribbel. Hè. Maar Bo, het is Dennis oh, ja. Praat. Fox kan al goed aantekeningen hebben. Juve, <laughs> vind ik mottig. Ja, mag weg, maar. Ja, Juve. Sorry. Ja, maar dat wil je toch niet winnen? Ik vind dat ook niet zo mooi, maar Sam wil het wel weggeven. Milan, mooi, mooi. Mag ik dat erbij? Oké, okay, de Belgische competitie, we zijn er. Woe! Ik denk dat we met een ander licht van zitten. Ja, <laughs> maar ik hoop wel dat ik zoiets ook eens win bij Hu. Maar je hebt al, ik weet niet hoeveel vetels mogen gebruiken. De voer, dat is zo met die. Met die... De voer hou ik graag met de pesten. Dat is met die River Plate-streep. Ook uniek, want ik denk dat iedereen dat verbrand heeft ondertussen. Metja. Door iedereen gesigneerd van de ploeg vorig ja. jaar. Nog een Tielemans. Nog een gesigneerde Tielemans. Ja, maar daar staat voor Sam. Dat kun je niet doen. Ah, mag weg, die. Deze? Ja, waarom niet? Dat is toch kult? Dat is zonder rugnummer. Manneke liefje. De... Oh, lalalala. La, la, la. Dat is een goede vriend. Geel de beelden. Ik was daar gewoon wel heel zotte van. <laughs> En wilde dat bijhouden? een soort van jeugdnostalgie. Ja, wilt Louis een shirt van de Beelden? Het allermottigste shirt ooit gefabriceerd in de Filipijnen. <laughs> dat is, uh, zo, wacht, wacht, mensen moeten dit weten. We hebben afgesproken dat ik dat shirt ging kiezen. <laughs> om aan die mensen te geven als ik signeert. Dat is voor haar shirt. En inderdaad het mottigste ooit. En hij heeft dat nu zo aangekondigd dat we dat niet meer kunnen doen. Dat ja, is eigenlijk een nul. Hoor. Maar je ziet mij toch zo al op de tarmac van Zaventem wijzen waar de vliegtuigen zich moeten parkeren. Dat is echt niet normaal. Hoor. Ah, Ik ga een ander shirt moeten afgeven. Nee, nee, ik nee. zit hier super relaxed, omdat ik wist dat we dag gingen geven. Dennis praat gesigneerd, blijft overeind. Hij mag dat ook kiezen, vind ik. Blijft overeind. Dat is ook echt een van hun slechtste seizoenen. Oef, al die andere lichtingen maat. Maliwa. 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 zijn Racing. Mag niet weg. Waarom niet Song? Dus, uh, ik heb heel veel familie bij Genk. Gehandtekend door Song denk Song, ik. Ja. ja, prachtig. CHIRO. Nee, die niet. CHIRIO. Ah, jammer. Uh, die, dit die, die niet, die is echt legend. legend. Standaard gaan we een ah, ander licht van geen blijm meemaken, nee. vrees ik. Yep. Dit geweldige shirt van uh, Moes Kroen. <laughs> Ah, Sam zijn favoriete ploeg. Ja, oké, okay, daar gaan we hem ook. Da -da -da -da. Dat is wel uh, gesigneerd door uh, Hans Van Aken. Hè? En dat, toch? en dat, hè? En dat, Simons? andere stand ga je geen plezier doen. Met... En trouwens, dat is het meest legendarische Brugge-shirt. Hier, jongens, wat dat trekken we hier is... nou met de kas? Frankie van der Elst en v -t Van Aken. <laughs> M. Dat is toch het meest iconische Brugge-shirt van mijn jeugd? Van, en van Aken en Van der Elst Patje Patje tijd, gootstijdperk geven we niet weg. Die moet wel nog eens terugkomen, want te dat zijn heren eigenlijk, hè? Hier, uh, Frans van Rooij tijdperk, denk ik. Dat is jaren tachtig, denk ik, hè? Geven we Vananderen. niet weg? Ik zat hier een beetje te zulnies. Jonge. <laughs> hier, jongen, een echte Didier Lamkel Zee. Ja. En? van hem persoonlijk gekregen. Omdat ik, ik had zijn winkel op Instagram geregeld. Echt hè? DJ? ja? DJ? Dat volgens mij jou gesigneerd van voren. Heb je nog contact mee? Nee, toen. Doe het er maar bij. De <laughs> bizarre. shirt. Die gaat dan nooit kiezen, hè? maar... Zee-shirt, Zee gesigneerd door Patrick Goots en Rajan Angolam. Haha. <laughs> oh, Mamma, is dat jongen, echt waar? Je <laughs> hebt toch echt een vrij unieke nee. shirtcollectie. Ja, echt. En dan, ja. Er zijn deze vier op als we doorgaan. <laughs> shirt van de Kim halen. Echt? Drie. Ja, mag weg? Eentje? Ja. Eentje, ja. Mr. Lo. Cercle. Nog mottige Waargem, sorry Zultefans, fans, maar echt niet mooi. Uh, A. -agent vind ik ook op zich niet super mooi. Mag weg, man. Maar... Uh, ja. Dat is blijkbaar uitverkocht in de fanshop van Union. Dat valt niet meer te verkrijgen. Dus dat is vrij uniek. Want plots, omdat Union het zo goed doet, wil iedereen dat kopen. Dat is wel echt Dante van Match Matchworn. Dat is niet Matchworn. De GBA houden we bij. Erik van Meer, David Brokke, Bart de Rover, Beke? Nee. Heintje. Nee. nee. Joris de Tollenare. Blijft. Oké, okay, blijft. <laughs> Racing Mechelen. Mag van mij weg. Ja, van mij ook, maar dan gaat hem nooit kiezen. Dus... Oké. Okay. Wolfsburg. De Bruine gesineerd. Nee, 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 dat nee? blijft. Er Bruine... zijn trouwens 1, 1 miljoen likes op Facebook. Dat is. Daar staat ook niks mee. is is daar vet aan. Oh, cool. Michi. Gladbach. Nummer 10. Hazard. Uh... Mag niet weg. Mag je niet van jou, jongens. Ja. Je mens gaat niet veel je krijgen. Je pakt ook al die, alleen maar de vetten eruit. Ik snap het, voor de video is dat vetter, maar die ga ik niet weggeven hè. Ja, dit shirt, dat is Sam... Nee, uh, zeker niet, dat is mijn ooit lievelingsshirt. Nou, dat vond hij dan. Ah. Gesigneerd door Timmy Simons, maar het is van... Wij, maar wat? Ja. Ja, boy. Dat ja, heeft zelfs we geen... sommige nodig. dingen niet te veel vragen stellen. mag je hem van mij kiezen hè, als hij ook PSV-fan is ofzo. We hebben er wel twee van Feyenoord. Dus Echt? we kunnen kiezen. Dan hebben we dit. Wat heb je Dat is een stalen hè? Is dat een OG, Kenny G? Ja, gesigneerde. Man. De man die geen minuut mocht invallen van Harm van Veldhoven. Ja. Is dat dit shirt? 14, 15 keer op de bank gezeten, nooit mogen invallen. Wat je dan weet. Ja, daar Kenny. Gesigneerde Courtois. Ja, maar daar staat voor Sam op, denk ik. Voor Sam. Ja. Oké, okay, moeten we sowieso bijhouden. Dan ja, de, de Clément mag weg. De Philippe Clément die nog moet geveild worden. <laughs> dat wil ik er wel bij hangen om weg te geven. Zie dan WK98. Terug hangen. Hè? Wales. Hoe graaf is dat, jong? Mag weg. We maar jongen, dat is, dat is een mega is uniek weg. shirt. Mag echt weg. FC United. Mag weg. Ja, dat mag je van mij ook winnen hoor. Prachtig shirt. Als je dat kiest, is een ja. Ja, limited edition. Dat is inderdaad super limited edition. Net zoals het aantal kijkers. Weinig shirt. zo. Een rotzakje, man. Echt. echt waar. Echt. We kappen met deze video nu. Ik heb Everton reeds vandaag al vier keer gezien, hè? Dat is geen grap. Die, die. Ah! Oh. Ja. En niet nog eens in mijn gezicht. Hè? <laughs> Jij mocht er nog een paar uit de weg ja, selecteren. Ja, maar die met Juve en Liverpool plezier doen. Denk ja. maar weg. Dank, maar, maar weg. weg. Gesigneerd aan is praat. Rode duivels, een Feyenoord shirt, een rode duivel shirt, Wales, FC United, de moeite waard natuurlijk. En een Didier Lam shirt gesigneerd door Patrick Goot en Rajan Engelmann. Liefst een van deze, deze twee. En vergeet niet: kiezen is verliezen.